The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier al the zonder. Als het ergens over moet gaan, zijn de mensen na de zee. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to the AA. We zitten hier al even te babbelen. Onze gast vandaag ken ik al jaren en zelfs al van onze eerste optreden samen in Café de Buster in Antwerpen en de Hotzi Totzi in Gent. Tot op de dag van vandaag heb ik zelden iemand ontmoet die me zo fascineert. Hij is een begenadigd schrijver, stand-up comedian, sociaal criticus en acteur. Hij studeerde theaterregie aan het Rits en won in 2002 voor zijn theatermonoloog Sparta 2010. De uh, Theater aan Zee prijs van 2005 tot 2009 was hij lid van het theatercollectief Abattoir Fermé. Hij won meteen de Vlaamse debuutprijs met zijn verhalenbundel Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij, later verfilmd als Generatie B en schreef sindsdien succesvolle boeken als Jungle, Vel Massa en Wraakengel. In 2017 schreef hij ook in samenwerking met Jeroen Los de strip Bella. Hij schrijft regelmatig columns voor onder andere De Standaard en zijn comedy-shows Otaku en In Onaanvaardbare Staat kregen van de morgen zelfs het label Apocalyptische Comedy. Met veel plezier verwelkomen wij hier vandaag Joost van de Kasteel. Dag Joost. Hallo, wat een, wat een inleiding zeg. Oeh? Ja, hè? Ja, dat moet met een Wikipedia zijn, eigenlijk. <laughs> oh, jij die, die dat voorleest. Ja, dat, dat, dat vooral eigenlijk, want het is vooral heel veel uw Wikipedia, moet ik wel zeggen. Maar ik ken u ook al wel al, uh, we kennen elkaar al redelijk lang. Van binnen en van buiten. Van in den beginnen. En ja. het, uh, het is allemaal al zeer mooi geweest. Ik ga beginnen met een, uh, een niet ter zake doende vraag, maar toch, want ik zag het enorm veel terugkomen op uw Twitter. Wat is the almost gone? Ah, en wel, dat is eigenlijk uh, de enige reden waarom ik hier ben. <laughs> uh, uh, want papa, papa heeft boter aan mijn De Almost Gone is dus een, uh, een game. Uh -huh. uh, uh, ik heb samen uh, met uh, de game studio Happy Volcano, een Leuvens, uh, Leuvense studio, een game gemaakt. Waar, uh -huh. ik, waar ik eigenlijk al heel lang, heel lang. Want ik geloof heel hard in mengvormen. Ik vind dat uh -huh. zo, zo belangrijk om. om om, om een soort brugfiguur te proberen zijn. Alleen daarom heb ik altijd comedy en theater als, een, als eenzelfde soort medium gezien. En of, of met en een comic book en, en, en een boek. En nu, waar ik dus, ik kwam in staat zijn om een game te maken, omdat ik games zo fascinerend vind. Ik, mm -hmm. vind ik, 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 kan, ik ben heel slecht in games spelen. Ik raak nooit voorbij level 1. <laughs> uh, maar ik vind, het, ik, vind, ik vind het idee van een, een, een wereld vol details. Vaak. Hè, een game, zeker een sandbox game, dat zit vol details. Dus alles is ooit bedacht. En toch heb je als speler de keuze om niet alles te bekijken, om niet ja. alles aan te klikken. En dat is iets wat, wat ik als schrijver jaloersmakend vind. Mm -hmm. dat, 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 dat je dus dat kunt vullen met ideeën en de speler beslist zelf wel of hij alles uh, bekijkt. En zo. Dus mm -hmm. um, een tijdje geleden, die game studio, Happy Volcano. Uh, en ik uh, zijn dan samengekomen en hij heeft heel lang heel veel voeten in, in de aarde gehad, zoals men zegt in het vak van <laughs> uh, 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 aarde bij nee, de nee. Be, begraafd is onderlevers, <laughs> uh, waar die veel voeten in de aarde moeten uh, Stoppen. Bedankt dat je de grap even Ja. Ik vind dat altijd tof. Ik denk, dat is het probleem ook wel, want in zo'n podcast kun je niet zo'n hyperlink doen, dus ik ga af en toe een voetnoot doen. Dat is goed. Hoe meer voetnoten, hoe beter, zeg ik altijd. Voeten in de aarde. Het wordt een fetichisme. Het wordt hier al geniaal, ik voel het nu al. Dus, dit gezegd, we hebben een game gemaakt, 25 juni komt het uit, en wat natuurlijk fantastisch is, en ik ben nu al... Ik zit nu al... Ik ben nu al vijftig jaar bezig in het vak. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, op de bühne. Ik, ja, heb, nog, ja. ik heb nog Frank, Frank Ademboom meegemaakt in zijn glorieus Jonge snaak was het toen. Oh, nog. echt waar. Ach, zijn klankkast bulderde <laughs> na uh, op, mijn, uh, op mijn lillend vlees. Lillend vlees. Wat is lillend vlees ook? Ik weet het uh, niet. Leg ook het ook uit, jongen, Joost. Ik het jongen. maakt mij allemaal niet uit. Uh, zeg het allemaal. Lillend vlees. Lillend Zoek het op, op, uh, eens Andries. wat is lillend vlees? Is hij zo'n beetje de meester van Bakley-figuur? Uh, uh, van, van heel de podcast dan? Dat hij dan zo alles moet checken? En... Ja, de, as, as de fact hij is de fact-checker. Hij weet alles. Wat is lillend vlees? Een stortbad van bloed uitgestoken ogen lillend vlees. Dat is het eerste wat ik zie. Maar uh -huh. dat is eigenlijk meer literair dan, hè? Uh -huh. mm -hmm. Maar alles is literair. Dus 25 juni uh, komt die game uit, Homo's Gone. En, en, en uh, uh, het, het, het krijgt al heel goede kritieken. We hebben al, we hebben al uh, prijzen gewonnen, nog voordat het uit was. Uh -huh. En wat natuurlijk zo fascineert, is, plos verschijnt uw naam op zo'n Japanse websites. Ja. En dus als het, maar natuurlijk, elke dag komen er honderden games uit. Dus uh -huh. wat, maakt het, wat maakt het speciaal? En, en we hebben dus geprobeerd wat ik geprobeerd heb als schrijver, want het is hun game. Ik ben gewoon. Ik was gewoon een, in opdracht aan het schrijven om een, 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 een goed personage te creëren. Want dat is vaak in games, ik vind dat dat ontbreekt. Mm -hmm. Een soort complex personage. Ofwel is het gewoon een hand met een pistool, ofwel uh, is het uh, is lillend vlees... Wat toon jij nu? Lillend? Ik kan dat niet lezen, Trillen. Maar... Trillen. Een voorbeeld van, in... van ingewanden of vlees. Ja. Dus het Maar welk vlees? Het in is toch niet Amerikaan Preparé die had Ik zou geen trillend Amerikaan Preparé kopen, eigenlijk. Dan ligt het al officieel te lang in de koelkast, uh, Joost. Als de ja. uh, préparé aan het lillen is. Het is wel grappig dat jij zo woorden gebruikt. en dan van ons eist dat wij opzoeken wat die betekenen. Dat is echt wel keihard. Ik heb ontaal van het woord eist. Ja. <laughs> ik denk dat dat een terugkerend gegeven geworden worden. Lullend <laughs> vlees, zoek dat eens op. Wat heb ik net zelf gezegd? Ik, ik vind het heel leuk. hier rare. ook op te leren. Snap je? Dit is, is voorbij. Maar vooral ook... leren van jezelf vind ik heel mooi. Ja, ja. Dat jij constant dingen zegt. En dan denkt, dat klinkt briljant. Zoek eens op, wat heb ik net gezegd? <laughs> Butler. <laughs> Butler, wat heb ik nu uitgekraapt? Wat heb ik tegen die boer daar in het veld allemaal gezegd? En waarom heeft hij mij nu bedreigd met zijn riek? Zoek op, riek! hark! Is het ook een hark? Of een riek? Wat is het verschil tussen een riek en een hark? Zoek op, Andries. Godverdomme, maar dat duurt al te lang. Die eerste, wat ik vind is riek bij Hubo. <laughs> Dat is geen drietand, of wel? Een mestvork zie ik niet Een mestvork? Want dat heb ik nooit gezien? Dat, dat, dat heeft vier tanden. Hè? Dus een mestvork heeft al vier tanden, een drietand. Wat is het dan? Een mestvork met een minder water? Alleen, want je ziet altijd Poseidon met zo'n drietand? Een drietand, ja. Met, wat, wat voor mest is er onderaan die dossier? Daar, daar op? Wat zitten die, die goudvissen uit? Dat kakker ook. <laughs> plankton. Het is allemaal plankton. Ah ja. Daar okay. gaat het allemaal over. Ja. Dus dit gezicht zijn de... Uh, maar we hebben uh, een game, want uh, we, we... Ja, we zijn aan het af, afwijken. We Misschien af, ja. probleem, we doen net zoveel als dat we willen, maar toch. Dus uh, 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 via Steam... Wat is... voor soort game is het ah. Vertel eens wat over de game. Het is een puzzle game. Oké. Okay. Puzzle, uh, puzzle exploration game. Mm -hmm. um, het, is, het, het, het verhaal is heel, uh, is heel uh, simpel. Mm -hmm. uh, namelijk, je Ja. Uh, en je komt terecht in een soort tussenwereld. Het, het, het originele idee was van. Als je sterft, heb je één seconde om te beslissen: uh, uh, blijf ik leven of ga ik dood? En het speelt zich af in die zogezegd één seconde wereld. Oh, ja. Dus eigenlijk uh, kom je in een soort. hiernamaals, maar je ziet het personage niet. Alles is zo isometrisch. Is het juist? Zoek op, mm. isometrisch. <laughs> um, hey, dat je van bovenaf kijkt. En, en, en dus, dus eigenlijk is het een soort monoloog. Dat je, mm -hmm. en, en ze zoekt uit. Het is een jong meisje, zoekt uit waarom ze gestorven is. En ze komt dus meer en meer te weten hoe heftig haar dood was. Ah, ja. en, en, en ondertussen had ze andermans doden ook. Hey, want iedereen die sterft komt in die wereld terecht. En, en, en je moet je eigen dood onderzoeken. Dus het is vrij emotioneel. Ja. Waar ik wel heel blij mee ben, want dat is moeilijk. Ik vind emoties in games. Alleen waar is een tijd dat er een grappige game uitkwam? Alleen los van Leisure Sweet Larry of dat soort toestanden. Mm -hmm. Dat is humor of, of emotie in games is, ik vind dat een onontgonnen gebied nog altijd. Mm -hmm. Hetzelfde met een, 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 een personageontwikkeling. En de, we hebben geprobeerd daarop. Het is een heel schone. Daar wil ik, daar wil ik echt uh, hand voor in het vuur in steken. Wat die gemaakt hebben qua visuals. Dat is zo schoon. En heel cutesy heel 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 lieftalle. Nou toen me een beetje denken want toen ik het zag. Allee, je hebt zo een aantal van die puzzle games waar je zo een klein klein figuurtje zet, dat zo een kasteel moet doorlopen ja, en moet vinden, met en zo dat, En dan het ander ding waar het mij ook van sfeer een beetje aan deed denken waren zo'n van die spelletjes als Limbo en Inside. Ja, ja. Hè, ze van die beetje donkere cartoony-achtig, ja. maar toch met een heel duistere ondertoon. Hey, en hey, wel, dat is het. Dat hebben we echt hmm. geprobeerd. Die balans want zij kwamen af met heel lieftallige visuals. En ik dacht, daar moet iets donker onder zitten. Mm -hmm. Want anders is het dubbelop. En ja. dat is iets waar ik heilig in geloof in alles. In alles wat ik doe. Er moet wel een, een, een balans zijn tussen, tussen, tussen het akelige en het lieftallige. Mm -hmm. Ja. Wat, wat, is wat ben je nu aan het doen? Ben je nu gewoon... Le Le leisure, ik... leisure, leisure suit Larry. Weet je nog die six scène? Three funny cross-dressing Is dat jouw bijdrage? Weet je nog die six scène? <laughs> maar dat was toch fantastisch? Larry, dat was als je dat vroeger speelde... Ik weet nog, dat was... Ja, kerst... lijkt erop! Ja, want je er straks gezegd dat ik op Prins Laurent trek. Je kunt niet elke twee minuten veranderen. Dat was dus het gesprek voor de podcast begon, dames en heren. Uh, Andries Bekkertsen lijkt op Prins Laurent. graag ja. uw reacties. Uh, <laughs> maar een soort kruising tussen Prins Laurent en, en zijn bodyguard. Maar wat kan ja. ik eigenlijk wel zeggen was, in die tijd, want ik, we gewoon over games bezig, ja, ik vond dat dat was eigenlijk niet het luisteren. Ik vond dat <laughs> fantastisch. Uh, Larry, dat moest zo heel lang spelen. Voordat uiteindelijk dat moment dat je dan. Gaat dat ook op de leeftijd gespeeld dat je waarschijnlijk nog geen seks gehad had. En ja. dan was het zo werken op dat moment dat hem dan gaat poepen. En dan waren het eigenlijk twee pixelblokken die over elkaar ontschuiven waren. Er en je was, was er toch al een beetje blij mee hè? in die tijd. Ja, dat is wel het goede eraan. Ja. Ja, ik heb ooit een, een spelletje gespeeld, God weet waar het vandaan kwam, maar dat was nog op Commodore 64, ah. ja, zo heette het ook. En er uh, was een, een, uh, een, een vrouw die uh, masturbeerde en jij moest met je joystick die proberen te doen komen. Dat was bij een vriend van mij en was dat... ik, uh, ik vergat nooit het beeld van twee van mijn maten met een, met een joystick in de hand die zo naar een scherm. Zaten te gaan, en dat ik dacht, deze is wel meta-meta, hè, jongens. Dat is heel, heel raar bij dat er hier aan het gebeuren is. We hebben ze nooit kunnen laten komen, dus het was ook een klein beetje zoals het echte leven. Oh. A, a, a crushing disappointment, my friend. Ja, maar joysticks lossen niet alles op, hè, natuurlijk. Ja. <laughs> Maar we zijn terug full circle waarschijnlijk, want nu, dat, dat zal de toekomst waarschijnlijk zijn, nu na alle corona dingen dat we oppast. aan elkaar gaan moeten, terug, moeten laten klaarkomen, dat je nu volledige suits toch hebt om, hè, dat je zo... Ja, dan krijgen we, wat is dat, de demolition man, die dat zo ineens terug heel, uh, uh, even een opvlakkering van populariteit had, omdat dat zich zo... Afspeelde in een toekomst waar uh, lichamelijk contact verboden was. Dus waar de mensen elkaar altijd, uh, nooit aanraken en altijd een afstand houden. Is dat, is dat echt, vraag aan uh, jullie: is dat echt niet dat je, je kunt er goede grappen over maken, je kunt er leuk over babbelen, maar denk dat dat echt gaat gebeuren? Voor vreemden, dat weet ik niet. Wat denk je? Het zal waarschijnlijk geleidelijk gaan. Ik, ik, allee, een tijdje geleden, voor zo'n research voor een boek, was ik dan even naar Tokio. Mm -hmm. En, en gevoeld dan bijvoorbeeld. Zonder lockdown, eigenlijk, Japanners, die hebben natuurlijk met die ook al wat griepen achter de rug gehad, uh, uh, en, en, en in de longen, en, en, en die, die, die hebben zich aangepast. En ik zie ook wel, ik zie ook wel tendensen aan het idee van de vanzelfsprekendheid van mondmaskers in een stad als, als Tokio of in Japan, Tokur, en de vanzelfsprekendheid dat wij dan nu beginnen te dragen. Ik zie dat wel gebeuren, om nu te zeggen van, ze gaan nu volledig, hè, we gaan volledig elkaar niet meer aanraken, zo, zo zal het niet zijn, denk ik, in 1, 2, 3. Maar je voelt dan wel, er zijn bepaalde tendensen, zoals Japanse gebruiken. Wel en dan, ik hoop dat we gaan beginnen buigen naar elkaar, wil ik ook en, en, en kan ik hier zo wat reclame tatoeëren alleen kan ik wat bijverdienen en, en Zomaar die style. Ja. maar ja, je voelt dan ook hoe dat seksuele belevingen in Japan heel, heel, alleen, er, is, er is een tekort aan baby's, er zijn meer er worden in, in Japan worden meer pampers voor bejaarden verkocht dan pampers voor baby's, omdat, omdat ze, niet meer, ze zijn niet meer aan het neuken, omdat er een soort ideaalbeeld is door die hentai porno, een ideaal Beeld door. Allee, als, je, als je kijkt naar die, naar die seksuele tekeningen, die ja, je ziet geen vagina. Dus mm -hmm. dus veel van die jongens in Japan hebben geen flauw idee hoe dan een vagina eruit ziet. Alleen, ja. samenvatting van mijn puberteit. <laughs> en en, en dus, 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 dus dus ik denk dat we wel dingen gaan overnemen, maar niet in 1, 2, 3. En, en België is sowieso vreemd, omdat je een soort clash hebt tussen eh, dat Zuiderse, de waalse en dan zo de herbaatse. Uh, uh, wij dan, hè? wij Germaanse ja. krijgers. <laughs> ik ben kapot. <laughs> um, die, uh, die, die afstand. Ja, we hebben ook niet graag dat, dat we elkaar aanraken. En eigenlijk is het nu een perfect excuus om elkaar nooit meer te. We hebben nu een perfect excuus om elkaar te ontwijken. En ja. I love it. Ja, vind jij dat ja. leuk? Ben jij daar nog fan van? Het probleem met die lockdown. Ik zat al in een lockdown. Mm -hmm. En nu zat iedereen in mijn wereld. En ik, 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 ik heb geen zin in wat er aan gaat komen. Ik heb geen zin in de verwerking. Dat we allemaal er gaan nu zoveel boeken uitkomen over. Oh, ik heb mijn gezin terug her herontdekt toen we <laughs> samen vast zaten. En dat we dan gaan zeggen. Oh, eigenlijk is dat goed geweest. Zo de therapiesessie, dan is de wachten staat. Mm. Daar heb ik echt, echt geen zin in. Ik wil dat het voorbij is en dat ik terug in lockdown kan. Jij ja, wordt en... zelf al stiekem een beetje aan het hopen op een volgend virus. <laughs> nee, nee ik, ik, ik vond perfect dat jullie buiten waren en dat ik binnen was. Het was goed. Het was goed. En, 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 ik, ik sta ook in de rij gaan staan in de supermarkt. We zien onszelf allemaal ook als een standaard. Hè? Dan gaan we ook denken van, ik ben goed bezig, want ik sta op afstand. Maar waarschijnlijk werden, kijken mensen dan van. van, van vlatgebouwen, hoe durven ze buiten te komen? Mm -hmm. Je zag dat heel hard in Brussel, eh, namelijk de Nederlandstaligen, die gewoon eh, naar Mark verand aan het kijken waren, zoiets van, valt mee. en dan de Franstaligen die dan TV 1 zien, waar het veel erger was, mm -hmm. die bleven binnen. Het was een enorm verschil tussen, je kon zien naar welke mediazenders zijn ze aan het kijken? Er ja. zijn dan heel veel, 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 veel uh, Afrikanen die wel heel, heel met mondmaskers aan het rondlopen waren, omdat ze hun media, omdat het daar uh, heel hard werd, 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 werd gepusht: pas op, pas op. Maar dat je, uh, Magrebijnen die dan veel losser waren. En dan de Staling die zo, zo hé, hey, ik wil naar Ikea! En, nee. en, 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 uh, <laughs> en de frans Staling, die gewoon heel, de kinderen binnenhielden en zo. Mm -hmm. dus, 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 uh, dus nee, ik, ik stond niet te juichen. Weet je, van alle apocalypsen is dit toch de meest saaie dat we konden voorstellen. Terwijl, terwijl ik uh, wel aan het denken was, als iemand dat zowel uh, de, uw comedy werd uh, omschreven als apocalyptisch, maar ook uw boeken hebben zo ja. altijd iets... Ja, dan, dan is het een beetje een tegenvaller. Als er geen zombies in de straat mensen aan het opeten zijn. Of je hebt niet zo Mad Max Road Warrior gewijs, terug van die tribes of uh, warriors die tegen elkaar opgaan, maar je krijgt eigenlijk, of vind jij dat wel? Wat ja, er, ik online. Vond wij... <laughs> Dat zijn wel een volle Badbags Dat dan online. On, Online-ruzies. Ja, online voor Oh ja. Yeah. Twi Twitter-ruzies online. Zo, een hele film daarover. Maar zo... Vroep, 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 vroep. En I'm just here for the gasoline. Maar nee, wat er wel was, als je zegt van. Hey, met de lockdown, waarschijnlijk in Antwerpen ook. Zij die buiten waren. Het mm -hmm. werd een beetje. Het werd wel eng buiten. Enkel hey, de, 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 de zotten en ja. de agressievelingen waren buiten. Je mm. merkte heel hoe vrouwen die ook zeggen, van het werd echt oplossing de eerste versie terug van Brussel en, en dus ik vond dat het wel bij momenten op Mad Max leek alleen mm -hmm. zeker de straatracers hadden terug vrij spel want ja, ja. er waren geen andere auto's en, en dus het, het werd zo Mad Max maar dan met uh, car washes alleen het was zo <laughs> ik vind, ja, de ik auto's vind ik... waren nog proper ja ik ben wel ja ik vind niet Ik last van dat want zo een Vlaamse versie van Mad Max Langs de E17. Maar ook, dat kan, maar, dat kan ook maar een kwartier duren, zo'n film. Kom aan, we gaan achter. Ah, we zijn er al. Ja. Uh. We zitten al in het buitenland. Hier herken ik niemand. Ik vind dat hier niet gezellig. Wat ah, dat hier is helemaal elektriciteit of wat. Wat? wat? Oh. Ja, maar hier is alles nog in orde. Wat is er dan aan de hand? Waarom, waarom, waarom is het nooit geprobeerd? Waarom is er nooit zoiets geprobeerd in België? Dat soort films. Zijn we dan te of zo? Echt zo, Europese apocalypse. Dat is iets dat ik altijd jammer vind. Alleen maar uh, walking dead of. of, of ja, ik had of, iets, een beetje, dat was ook iets met een, met een virus. Cordon of zoiets, ja, denk ik. Dat, dat ging er al zo'n klein beetje naartoe. Dat was hier. Van ook, mee, dat was hier. Dan die straten, dat ze zo containers Antwerpen. hadden opgestapeld en zo. Antwerpen in de apocalypse. Hè. Zo, nog vervelender dan ervoor. Oh. <laughs> geen idee, want Brussel fascineert mij wel. Je hebt altijd gepraat over het feit dat je daar woont. Dat is zo'n stad die toch voor veel Vlamingen, als je die erover hoort praten, zeggen die altijd: Ja, ik ken dat eigenlijk niet echt. Of, of ik vind dat zo'n ongrijpbare stad. Of ik snap het niet. Of dat heeft precies geen centrum. Of, iedereen heeft er zo'n idee over. Maar als je daar woont, wat was uw aantrekking naar Brussel? Waarom zit waarom jij daar gewoon wonen? Maar ik denk. Het verschilt weinig, maar wat ik, ik snap het ook nog altijd niet. Mm -hmm. ik, ik, ik voel me nog altijd een aangespoelde uh, uh, immigrant daar. Mm. Uh, en, en, en het is net daar dat mij fascineert. Ik heb het gevoel dat mij veel verborgen blijft. Dat, dat mij veel verzwegen wordt. En af en toe krijg je van die glimpen, glimpen van een andere wereld. Allee, als je dan geloopt dan, en plossing zie je van die uh, affiches hè, voor zo'n een, 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 een Pinksterkerk. En dan mm -hmm. zie je zo'n gigantische zwarte best zo. Photoshop de duiven achter hem. En dan denken we van: wat wa, 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 is dit? En daarnaast een, een affiche voor een, 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 een worstelwedstrijd, maar alleen maar vrouwen. En daarnaast een lokale hip-hop uh, uh, affiche van de kerel met een pijl en boog. Plossing, dat zijn zijn ding. Er is zo'n Brusselse rapper die zich afficheert met pijl en boog. Uh -huh. <laughs> en, 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 dus dat soort dingen. En, en, en het heeft ook te maken. Het, het gebeurt. Daar. Je mm -hmm. voelt, hier gebeurt iets, en, en ik voel me nog altijd heel vaak een toeschouwer, maar ik, ik heb een tijdje gewoond achter het parlement, mm. achter het, het federaal parlement, en dan zit je naar Villa Politica te kijken, en dan zie je hen hè, bruzie maken en elkaar, en dan een kwartier laten zien, samen op het terras, na te keuvelen hoe goed hun discussie was met elkaar. En, en, en dat is voor mij ook Brussel. Die glimpen. Je hebt dan zo. Dat, alleen al de bovenstad, de benedenstad, waar de bureaucraten zijn, het Luxemburgplein. Mm -hmm. Dat is echt een orgie. Elke week gebeurt er een orgie met Italiaanse stagiaires die zich omhoog neuken en dan zo he, van die <laughs> Hongaarse, Hongaarse, bodyguards die, die uh, zat elkaar aan. Uitdagen zijn. Dus, dus daar zijn dat soort glimpen, dat soort werelden op elkaar gepropt ook. En ik ben geobsedeerd met het, het, het fenomeen agressie. Mm. Ik, het is iets. Ik, als man, zeker als man, ik vind het agressie. Ik, ik, ik snap het niet. Alleen, ik, ik, ik weet wel van waar het komt en, en, en dat het wel een overlevingsstrategie is, maar gevoeld mm. in Brussel, en ik denk Antwerpen zal hetzelfde zijn in dat opzicht, het is een heel. Mannelijke stad. Namelijk, ja. eenmaal buiten moet je een panzer hebben. Buiten, en, 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 en we vergeten vaak zij die allemaal binnen blijven. Alleen je vergeet soms wie dat er allemaal in, in Brussel woont, omdat je die nooit ziet. Er zit zoveel rijkdom. Echt rijk, rijk, rijk. Maar die zitten binnen. Die hebben geen nood aan een parkje. Die hebben geen nood aan. aan, aan, aan Hè, om mensen in, op een bankje te gaan zitten, die zitten binnen, die zitten in, in, in gated communities. Er is een fantastisch... Op het einde, uh, achter, bij Bos, heb je een gated community waar, waar, waar NAVO-bazen zitten. En dat is echt afgesloten met security. Dat is, uh, dat, en je en merkt gemerkt dat al die werelden naast elkaar bestaan. En eigenlijk vind ik, vind ik dat hoopvol. Eigenlijk mm -hmm. had Brussel al lang kunnen ontploffen. Eigenlijk had Brussel, het is ook letterlijk ontploft al, ik weet het. Uh, <laughs> maar dat het toch blijft lukken, vind ja. ik ernstig hoopvol. Ondanks zoveel agressie, ja. ondanks zoveel moeilijkheden, het blijft lukken. Allee, ik ben nu het volgende boek aan het schrijven. Het eerste deel over de periode tussen de aanslagen in Parijs en de aanslagen in Brussel. Mm -hmm. Dat was echt een fucking vreemde periode. Ja. Als je daarom terug. Allee, Abdeslam was zo, mm -hmm. de grote terrorist, de, de meest gezochte terrorist ter wereld op dat moment. En hij zat in Molenbeek en hij heeft vier maanden daar kunnen zitten. Je zou kunnen zeggen, ah, die werd geholpen. Die werd geholpen, maar dat zegt ook iets over een stad, laat dat ook toe. Als je ziet naar nou die achterhuisjes, een achterhuis van een achterhuis, als je die bellen ziet, hè, 16 verschillende namen naast één bel, daar dat bedoel ik met werelden die voor mij verborgen blijven mm -hmm. de rijken de bureaucraten rijke, blijven voor mij verborgen af en toe krijg je zo'n glimp af en toe ik had zo'n vriend en die werkte voor de Wall Street Journal Europe en ik mocht dan mee naar de rijken en, en als een soort aapje werd ik dan kijk ik mm -hmm. heb een local <laughs> kijk dat een local praat is eens Nederlands <laughs> hallo oh en 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 talks it talks like a real human look it uses its hands like ja, look, uh, uh, give me a joystick. Maybe, ja, you, can, maybe, oe, oe. maybe you can make the girl come ja. on the screen. En <laughs> dus dat soort dingen. En af en toe die glimpen. En dat da inspireert mij. Mm -hmm. and, and, ja. Ja. Maar natuurlijk maak ik mij ook zorgen. Ja. Allee, je blijft nou altijd vader in zo'n stad. En alles wat ik zocht als student is alles wat mij nu een beetje terughoudend maakt. Ja. Die, die, die agressie vond ik als student fascinerend. Als vader vind ik die agressie, want ik zie alleen twee zonen hebben. De speelplaats is, is echt een gecondenseerde stad, mm. hoe dat ze met elkaar omgaan. En, en ik vind het heel moeilijk om jongens op te voeden. Heel, nee, het is, het is, het is. Ja, we hebben alleen ervaring met meisjes eigenlijk. Hè? Ja. Ik en jij. En, een gij, dus, uh, en ja, wel, dus, dus uh, tegen meisjes. We hebben heel weinig mensen in onze vriendenkring. En nu hebben we één iemand met een jongen. Dus ja, wat, 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 zijn de, wat, wat, is, wat zijn de problemen met een jongen dat je moet opvoeden? En ja, wel, ik denk, mijn rechte reden zegt tegen meisjes: neem je plaats in. Mijn rechte reden zegt tegen meisjes: want het is, het is, het is, je moet je niet laten doen. Hmm. Maar zegt tegen een jongen: je moet je niet laten doen. En de logica is bijna: wordt dat fysiek? Ja. En, en, en ergens, en, en het voelt heel fout, en waarschijnlijk ben ik heel slecht. Ben ik, ben ik heel veel fout aan het maken. Maar ik, ik voel me ongemakkelijk bij het idee dat je een jongen moet temperen. Dat, dat, dat je, ik weet dat ik heel Jordan Peterson begin te, te klinken. Nee, nee. Uh, maar, maar, of misschien wel. Maar. Of misschien wel, zoek het op. <laughs> zoek, zoek Jordan Peterson <laughs> op thuis, mensen En dus, dus, dus het, 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 soms voelt het dan wel alsof ik. Alsof ik tegen, tegen mijn zoon, alleen die oud genoeg is, mijn andere zoon is mm -hmm. te jong om iets te beseffen. Ja, graag. Mm -hmm. uh, ze van, je hebt, hebt een verantwoordelijkheid als man om geen enkel te zijn. En het voelt heel hard. Soms voelt het te veel nee. Dat je te veel nee zegt tegen een jongen. Mm -hmm. mm -mm. Daar specifiek, wat we als mannelijk omschrijven, is. Problematisch. Terwijl allez, misschien. Ik vind vaderschap. Uh... Ik vind vaderschap iets, iets, iets dat mij. Allez, als ik dan praat over agressie, ik zie ook wel dat, 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 dat eenmaal buiten eenmaal buiten de veiligheid van uw huis, dat zo'n jongen zich moet. Sterk houden buiten. Ik weet ook, als ik rondloop in Brussel, elke dag moet je bijna een beslissing nemen, ga ik een vechtpartij aan of niet. Er is een soort code buiten. Je voelt dat. Allee, je, je wordt soms bespuugd en je wordt uitgedaagd, schouder tegen schouder. En dat is de code die je krijgt van, we gaan vechten of we gaan niet vechten. En vaak denk je van, gewoon doorlopen. Allee, voor vrouwen moet het nog duizend keer erger zijn. Dat ik zeker niet. Mm. En, ergens, dus, en ik weet niet wat ik dan tegen mijn zoon zeg. Ik weet niet hoe ik hem ga wapenen. Ik, ik heb een beslissing genomen van ik ga niet vechten. En, en je kunt dat zwak of slim noemen. Mm -hmm. en, en ik zeg hetzelfde tegen hem van vechten gaan niks oplossen. Vechten gaat alleen meer agressie opwekken. Maar ik weet dat, hij, dat ik maar één stem ben. Al zijn vrienden gaan het omgekeerd zeggen. Al zijn vrienden gaan zeggen van je moet terugslaan. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat is een constante zoektocht. Dus de game komt uit, op 25 <laughs> juni. <laughs> And, uh, <sighs> is het een game met veel agressie? Uh, nee, helemaal niet. Ja. Helemaal, het is een puzzelgame. Dus, ja. dus, maar er zit is, het, het is veel heftige emotie. Ja, ja. Ga je nu melk daarin doen? Ik wil er melk in doen, ja. Heb ja. je ooit... Is dat, een, uh, is dat een probleem, Jos? Dat is een, wel een extreem... je ja, er een probleem van maken? Is a... Dat is wel een extreem <laughs> rechtse symbool geworden, melk. Is dat zo? Ja. <laughs> Hebben nooit die, o, ook be al, hebben die beelden nooit gezien ja, van, die, it, van die gigantische blanken. Wat, wat is suiker eigenlijk? Suiker, dat is kolonialisme. Oh, okay. en, uh, en chocomelk in hun koffie doen. Chocomelk, dat is slim. Dat is slim. Dat is die willen opgroeien. Right. Want jij bent zo'n permanente puber. Zoals <laughs> Prins Laurent eigenlijk. Kijk rond u. Dit is gewoon een jongenskamer. Dat is het ding <laughs> ook met al die Star Wars, al die Batman-films. Dat is gericht naar zij die. 13 jaar willen blijven, eigenlijk. Mm. Uh, nee, Melk. Hebben we nu niet gewoon een tijd. waarin dat we tijd hebben om langer 13 jaar te blijven? Hè? Vroeger kwamen we zo in de werkwereld terecht. en moesten zo 17 uur per week kloppen en hè, per dag. En werkten mensen ook op zaterdag. en hadden ze zondag een halve dag vrij. en noem het maar allemaal op. En nu hebben we wat tijd. Dus kunnen we zeggen. goh, we blijven toch wel langer jong. Ik weet niet, meneer Daans. Ik heb uh... nog geen idee. Maar. <laughs> Uh. <laughs> nah, ik maar, ben al dans. Gij ze Prins Laurent, man. Ik zit hier nog aan het winnen. Zo, dat kan ik wel zeggen. Ik heb, ik de, uit... ik heb de werkman bevrijd. Dat hoe is je, wat ik gedaan hoe heb. Hoe weet je het die gasten weer dans? Dat woste, die slechte. Zo de, de, zo de, vak, de man, die, zo de, de fabriekseigenaar. Goh, dat weet ik niet meer. Dat ik, weet ik, ik niet meer. Ja, ik kon die opzoeken. Zoek dat zou dan... een rol zijn dat de Joost op zich kan nemen. En... <laughs> Zolang Jappe Klaas het niet gespeeld heeft, wil ik het oh, wel. Oh, Jappe Klaas, nog een gevallen held. Held? Een gevallen uh, acteur. Oh, okay. <laughs> en dat zijn helden, hè, acteurs. Dat weten we allemaal van Hollywood. Die zeggen dat ook elke keer. Bij de Oscars ja. zijn dat allemaal helden. Die zijn allemaal brave. Die zeggen allemaal... They tell their truth. Dat is heel belangrijk. Charles ja, uh, Charle uh, Woeste, trouwens. Charles Woeste? Ja. Oké. Okay. een Dank. Belgisch politicus in dans... De... Ik bedoel, als jij uh, dansen, dan is uh, de Joost Woeste. Gij jij Prins Laurent dan. ga loopt er dan gewoon niet rond, omdat iedereen van denkt, wat doet hij hier eigenlijk? Ik hang met Wendy van wanten rond, dus I'm winning. <laughs> Hoe is het nou met Wendy? Ik heb ze nog gezien, een tijdje terug. Uh, was, ze was daar aanwezig met Frans. Het uh, is er, Franske. Ja, ja. Ze houden uh, die zaten ook... toch vol? Die zaten op de... Ja, ja, die houden dat vol. Ja, ze zaten op de boot uh, van de Gert, waren die aanwezig. En uh, ze zat net een depressie achter de rug, geloof ik. Zodat, uh, zodat het wat moeilijk gehad. Ik denk dat dat het was, maar voor de rest, ze houdt zich sterk en het gaat er goed mee. Oké. Blij dat jij geholpen hebt. Ja, maar het was goed. Ik wist dat jij mij dat ging vragen, dus ik dacht: Joost, gaat afkomen. Die gewoon willen weten hoe dat met Wendy is. Want jij bent wel de toegang tot het BV-wereldje. Jij bent wel de gateway drug voor ons Ja, really? Ja. Really? Waarom? Maar jij lijkt zo'n klein beetje. Sowieso, ja, je, je bent sowieso verbrand. Jij. Snap je, er is zo. Er is... Snap je, van zodra jouw oh. naam in een column staat, oh. is het nooit goed nieuws. Zo van, ja, maar Alex, u heeft dat ooit gezegd. Oh. En dan weet je, weet je, nooit ga je in een essay nee, staan nee. over, over nee. de post. Postmodernisme. Nee, van, nee, ja, hè, nee. zoals uh, Alex Henry het ooit zei in zijn traktaat, die zelfs zei van: Ja, maar Alex Heineau heeft ook ooit iets fout gezegd. Ja. Je bent wel een soort. Er was een, er was een periode zelfs, nog niet zo heel lang geleden, uh, toen ik aan try-out was voor mijn nieuwe show, dat ik echt letterlijk door, denk drie of vier, uh, ene forza-politicus en twee of drie van die Vlaams Belanggasten zo, dat ik echt altijd werd aangehaald als. Dat is de reden waarom dat wij iets racistisch mogen zeggen. Ja, <laughs> ja je, was, denk ik, zo denk. <laughs> je was het excuus. Ja, maar nee. <laughs> Jij was de excuustruus eigenlijk. Ja, 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 ik was de excuustruus. Absoluut, ja. Ja, dat is raar. Ben ik, ik een gateway naar de BV-wereld? Uh... Ik, ik wil toch even iets zeggen. <laughs> ja. Sorry, ik kon het even zelf op mijn eigen trekken. Als ik op Prins Laurent trek, wie trekt er het hardste op Prins Laurent? Ikke of Clément Van Wanten? <laughs> ik wil een eerlijk antwoord. Ja, Joost, we ik, wachten. Ik, ik wil mijn excuses aanbieden. Okay. <laughs> <laughs> Do continue. Het was eigenlijk heel boeiend. Ik vond Brussel trouwens wel heel boeiend, want dat wou ik eigenlijk vragen. Um, ik kent het goed, je zegt dat is elke dag nog een geheim Het is dus toch, vind het ergens te begrijpen dat voor een Vlaming Brussel wel een, een, een drempel is? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik, ik vind het ook nog altijd een drempel. En het heeft natuurlijk met veel factoren te maken. Het heeft ook te maken met een soort beeldvorming over. Als er iets slecht beslist wordt, hè, is, is meteen de connotatie. Brussel heeft die beslist. Zelfs in Europese termen. Van, ja, het is een beslissing van Brussel. En, en, en het heeft ook te maken. Het is een plek waar je komt werken. En waar je weer vertrekt en zo. Dus, dus, dus de connotatie is ook een klein beetje. Allee, ik, ik snap heel goed als Nederlandstalige. Hij zei daar in de minderheid. Maar je zei wel een beschermde minderheid. Namelijk, je kunt wel tegen de, naar een politieagent stappen. of in een ambtenaar, hey, zo'n loket. en wel in het Nederlands uw rechten opeisen. ook al lukt het niet. Hè. Mm -hmm. eh, maar er is wel. <laughs> allee, wat ik altijd fantastisch vind. er is ook. Uh, wat ik ook uh, altijd heerlijk vind. is zo van die clipboards. Uh, 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 schuldgevoeldealers. Kijk, dan die ze van. Ah, wil je tekenen ja. voor uh, Oxfam. of bedelaars duwen dokters. Of zoiets. Allee, ik weet <laughs> niet. Uh, Hey, en die gaan altijd in het Frans beginnen. <laughs> Bedelaars duwen dokters. Ja, ik weet. Daar ja. wil ik al direct geld ja. voor storten. Sorry, dat klinkt te goed. Dit is weer een memes uh, Joost. <laughs> <laughs> Bedelaars duwen dokters. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, die moeten geen vakantie worden. Artsen zonder grenzen. Bedelaars duwen dokters. Dat wordt onze nieuwe charity. Uh. En hey, man, dat is dan het <laughs> voordeel dat je hebt in Brussel. Die, die kunnen enkel Frans. Dat is zo En En voelt je altijd schuldig als je nee zegt, maar als je dus als ja roept, dan stopt het. Dan zij die verder in het Nederlands. Dus je hebt hm. altijd een expert. Ah, sorry. Ja. Ik, ik <laughs> versta niet wat je verkoopt. Uh, Dokter. Dokter <laughs> en uh, dus, 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 dus ik snap ook wel. Ik snap heel hard dat, dat, dat Brussel lijkt uh, verloren. Een verloren zaak. Ik snap dat heel hard. Maar soms denk je dan: kom dan, kom er dan. Als je het gevoel hebt van het is niet meer, gevoel je niet meer welkom. Ja. Dan is de enige optie, ik kom dan naar hier en, 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 en bezet het dan zelf. Allee, er is nog, er is nog een beetje plaats. En, uh, maar oh, 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 ik, ik weet, ik zit daar omdat ik bepaalde inspiratiebronnen nodig heb. Ik denk voor andere mensen, ik, die, hebben, die hebben niks aan die agressie. Als ik zeg over die werelden, mm -hmm. als dat uw ding niet is, dan heb je ook niks te zoeken in Brussel. Dat is, ook, dat is niet erg. Ik, ik, ik voel mij ook even ongemakkelijk in Dardenne. Uh -huh. uh, het heeft, ja, die constante aanwezigheid van everzwijnen, want ik ruik ze wel. <laughs> ik ruik. Dat is, er is iets, dat is een soort musk. Dat die ik denk ook soms die everzwijnen. Die zijn ook niet slecht voor agressie. Een man maar komt daar niet te dichtbij in de buurt, want dan gaat het wel heel snel de verkeerde kant op. Ja. Dus uh, op zich zouden daar ook nog wel iets kunnen vinden als dat is wat je zoekt. Nu laten we wel gekeken dat ik binnen twintig jaar zo half naag teruggevonden word die daar tellen <laughs> met zo'n doekje. Ik zie het ook nog gebeuren eigenlijk. Ja. Veel baard en zo en. en een speer in de hand ah, ja, zo de en zo'n een helm een evenzweine kop want jij had al gewonnen van ene Ah he. ja, eden, ja, ik heb, ja, ik heb, zo dat ik... he. Ja en aan het roepen, zoek het op lillend. zoek het op. <laughs> en dan zegt de dorpsbewoner hoor je hem daar in de verte? Hij zoekt, hij zoekt Google. Hij praat over God, Google. Dat vind ik altijd, dat, weet je, over Mad Max is weet, mm -hmm. weet je wat ik zo fantastisch vind aan Mad Max? Je hebt Beyond Thunderdome gezien. Yeah. Oh, de yeah, yeah, yeah. uh, ben je klaargekomen? Yeah. Ja. <laughs> Two men enter, one man leaves. Oh, yeah, yeah. Tina Turner. <laughs> Die ben je gewoon klankrad. Ladies and gentlemen, boys and girls, have no fear. Dying times here. Schoon hè? ja man Thunderdome zou ja. en maar wel zijn. Wat vertel. En wel, er is zo één scène mm -hmm. en, en dat bepaalt alles voor mij. Namelijk de scène met de kinderen. Ja. En dat ze dus, he, dan, dan, moet dat zeker hebben. Ik, ton, ik geef ook af en toe les aan eh, trits, he, theatergevuur en dan toon ik vaak die scène. Ja. Omdat ik denk van dit is een, dit is Zoveel fantasie in één zeilig punt. Namelijk hé, dat die kinderen, die, die verloren kinderen daar in, in de mm -hmm. woestijn, die hebben dan een alternatieve geschiedenis gemaakt. En dan ja. hebben ze zo een tv'tje gemaakt met twijgen en takken en veren. Ja. En dan hadden ze met vuur zo, zo, zo een, een vliegtuig nagebouwd. En, 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 dan, en dan zeggen ze van. Ooit was er Turbulentie, De gang turbo, de Turbulentie, De bende turbulentie. Dus die, ja. die hebben gewoon woorden en klanken overgenomen om een soort een alternatief scheppingsverhaal. Ja. En da, de poxyclips. Ja, en zo Captain Walker. En met die, met die plaat. Ook, die heeft dan zo'n plaat. En, en, ja, en, ja, ja, ja. En, zo, en, en de, 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 viewmaster, de viewmaster. En, dan, dan Just, ja. en ik vind dat, die scène, dan denk ik van. Dat is een, ik vind dat zo'n geniale scène, waar ik, waar ik zo jaloers op ben. Dan denk ik van eigenlijk: alles wat ik schrijf, alles wat ik bedenk, is, is terug te brengen tot die scène. Omdat ik denk van: dat is, daar komt zoveel samen. Daar komt een fantasie samen, daar komt een apocalypse samen, daar komt ook een soort kinderlijkheid, en, 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 en een soort een, 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 een verzindrang. Ja. En, en dan denk ik af en toe moet ik die scène zien om te beseffen van... En hoe, hoe Fury Road ook was, hè. Mm -hmm. Dat was heel, heel goed gedaan. Goed gedaan. Ze moesten wel naar links, vond ik, maar... Zeg maar, <laughs> um, <laughs> hè, maar, maar ze zijn ook <laughs> eigenlijk alleen maar ergens naartoe gereden, ja? en dan teruggereden, ja. basically. <laughs> dat, is, dat is wel wat die film eigenlijk, kort samengevat, is, hè. Ja, het was eigenlijk gewoon was... een, een lange Uber. Die stonden ride. er en die zeiden gewoon van... Ja, het is wel nog veel zand hè? anders komen we gewoon terug en dat is basically wel de film. Ja. Maar ik vond dat wel geweldig. Het was in de cinema gezien en ik was mm -hmm. heel blij. Ja, ja. Ik was ook blij dat ik het niet in 3D heb gezien. Ik weet niet of ik dat wel iets... Te... Ik denk dat ik het in 3D heb gezien. Hebben we dat in 3D gezien? Toen wij zijn gewoon kei, ik denk het wel. Ik denk het, we wel het wel. zeker twee keer gezien. Ja, ja, ja. Het is een Sowieso. trip hè. Het is geen ja. lange trip. Ja. Donker. Letterlijk en figuurlijk. Ja. 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 Dat is ook een trip dat terugkomt ook zo. Voetnot. Is... Mm -hmm. <laughs> Kijk eens voilà, voilà. voilà. aan. <clears throat> dus ja, ja. dit gezegd dus ik, ik wil alleen maar zeggen Brussel is een probleem, maar een van de qua problemen toch een van de meest fascinerende problemen. Is het niet moeilijk mm -hmm. denk ik als je zo heel, ik, want ik weet. Ik, ooit iemand zitten denk ik, de Stefan van Herwegens lang in Brussel gewoond. Ze zei nu van, uh, niet ik was er klaar mee. Fantastisch, maar ik had nood aan rust. Je zijn terug naar Alsen gegaan. Maar ik kan me ook al voorstellen dat je dat in een stadium in je leven gewoon gaat missen. Gewoon die adrenaline van die, 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 die pot van verschillende... Ah, ik denk dat dat moeilijk is, om van, om van Brussel over te geraken. Dat kan waarschijnlijk wel, en, en het kan goed zijn. Ik voel nu al... Ik wil het ook niet... Ik merk nu, hè, het boek dat ik aan het schrijven ben, Brussel is weer heel aanwezig, en dan denk ik, dan ben ik er misschien wel klaar mee. Ja. Dan wil ik het wel, zo na 22 maart, na de aanslagen. Er is een grote naïviteit weggegaan op dat moment. Als ik zeg van, ah, het blijft lukken. Toen, die 22 maart, denk ik van. En zeker die periode en wat daarna is gebeurd. En wat er, waar we te weten zijn gekomen over wat er. en de rellen die gebeuren. Soms denk ik wel van: ik, sorry, maar het hoeft niet meer voor mij. Ik, 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 we, zijn niet, we, zijn, we zijn terug een bocht aan het innemen en, en, en het gaat over territorium. Heel, heel veel in Brussel gaat over het claimen van territorium, omdat we met zoveel op elkaar zitten. En gevoelt dat. Gevoelt als, als het gaat over, over, over verkeersveiligheid, over auto's. En bijvoorbeeld, je hebt onlangs in Schaarbeek: had iemand een, een tuintje voor hun deur, voor hun eigen garage. En dat werd weggenomen door de gemeente. En we hebben het hier voor een schaarbeek, hè, waar, ja. waar kinderen van, de, van een zebrapad worden gemaaid door, door, door straatracers. Waar auto's dubbel geparkeerd staat en verkeersdrempels niet kunnen. Want ja, dan euh, ziekenwagens en zo. Dus, dus, dus het gaat over territorium. Namelijk ja. alles. En je en ook. En die agressie is ook. De, 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 ik weet nog toen we Generatie B aan het filmen waren. We werden soms weggejaagd, omdat we in de weg stonden van de drugdealers. Hun plekken, dat waren hun plekken. En. en, en dat is ook iets fascinerend. De hoeken die ze opeisen. En dat dat een soort code is. geweten van, dat is hun plek. Mm -hmm. eh, ik, dus we gaan dan even, we gaan gewoon passeren. En dat je dan ergens de keuze maakt van, ga ik nu de weg oversteken? Of ga ik door als een soort stemend om even dat territorium mm -hmm. in te breken? Dus, dus ik weet niet of ik heel mijn leven in Brussel ga blijven. Dat, 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 dat weet ik echt niet. Maar dan moet het echt iets... Ik ga dan niet iets tussenin willen. Dan, dan is het wel iets totaal anders. Dan ga ik dus met mijn schedel van een everswijn in Dardenne zitten. En hopen dat Ja, ik hoop is. ik wel niet dat je meer zo van die boeken gaat beginnen schrijven. Waarom later? niet? Waarom niet? Die hebben we... we toch al genoeg? Als ze nee. volsteekt, trouwt je nee. ermee. Inderdaad. Ronnie Wouterschoot, boerenpsalm. <laughs> maar ja, in... <laughs> als je ze volsteekt... Nou ja, die, zit, die, zit, die ja, is zo'n ja. dus zo gehandicapte dochter en die, die wordt dan gebruikt voor te oefenen. Ja, en dan ja, is ja. vader Ronnie uh, kwaad. Hè. Ik dacht dat dat een, een botselde raamtegeltje was. Als een volsteek. Tweede meme. Ja. Hoppa. Oei, mm. sorry. Dus, Mijn excuses. Ah ja, wat ik nog over melk... Wel, je, je weet dus echt niet dat dat een rechts symbolisch wordt? Nee, melk. vertel, oké. Okay, ja, dus dat wil er ik is, wel weten. Er is een, is een soort theorie, een foute, valse theorie... Uh, dat zwarte vaak lactose intolerant zijn. Mm -hmm. En dat ze dus niet tegen melk kunnen. En dus, je hebt dus echt filmpjes van, dus, van dus uh, extreemrechtse BAFTAP kerels die zo echt liters volle melk kan drinken zijn en zich laten helemaal overspoelen mm -hmm. en ook ja dan en de belediging sorry boys homo iets homo-erotisch als ik het nu vertelt maar er was echt zo, hé, zo mm -hmm. echt zo echt extreem rechtse, grootse gro figuren ik denk zo die keren van uh, oh fuck van ik weet het niet alleen zo echt alt right mm -hmm. echt zo de, een, een, Steve een, een nee nee niet nee, maar iemand, zo iemand als Martin Stel Stelner of, of dat soort toestanden die mm -hmm. dan echt zo de emoticon van een glas melk ja. bij zijn Twitter account zetten ja ik ben nu Enorm gefascineerd door die Ochtwright. Ik ben ja. echt enorm, enorm gefascineerd, omdat ze zo georganiseerd zijn. Mm -hmm. Ik denk ook wel, zolang links zich in een soort Awoe-kramp blijft, 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 blijft steken en rechts alleen maar georganiseerd, dan moeten we echt niet verbaasd zijn dat Vlaams Belang zo goed aan het schoren is. Mm -hmm. Omdat ze fucking goed zijn, omdat ze geleerd hebben door internationale voorbeelden. Bij, als jij zegt Steve Bannon, die hebben contact met Steve Bannon. Steve Bannon heeft hem van alles aangeleerd. Alleen die zijn. Uh -huh. En we onderschatten dan nog altijd. Ik vind dat wel heel interessant, want dat is inderdaad, er is inderdaad een veel grotere verbondenheid tussen rechtse, internationale, ik bedoel, die zijn inderdaad Steve Bannon, het machtigste land ter wereld, een links, een links fenomeen. En een, zich waarschijnlijk een goed voor moet, mijn Vlaming, dat die ja, maar links geen is door moet te ook gewoon stoppen met altijd zichzelf aan te vallen. Dat is het grootste probleem. Hè? De meeste mensen die die aanvallen, die vallen heel vaak mensen aan die ideologisch aan hun kant staan. Maar die gewoon een verwoording gebruiken die niet passen bij wat Assun oh. vinden dat het zou moeten zijn. En dan moet die mens al beschuldigd worden van gruwelijke dingen, terwijl dat je puur qua wat dat hem zegt eigenlijk aan uw kant staat. Dus dan heb je zo'n gigantische verdeeldheid met dat groepje inderdaad awoo-roepers, maar ook het, kijk eens hoe moreel superieur dat ik ben aan u. Nee, dat is niet waar, ik ben nog moreel superieur dan u. En intussen zit hij een andere groep zijn eigen te verenigen en hebben ze weet nee, nee, doe maar ze. maakt elkaar allemaal maar kapot, wij kunnen intussen lekker... En verdeel en heers hoeven ze zelfs nog niet te doen. Want links ja, doen we het zelf. Ja, maar vooral ook, dat, is het, dat is het erge eraan, maar, vind ik. Ja, en sowieso, en ook gewoon, inderdaad, dat aan, aan Andries van Langen overvloedt, dat hij hmm. wel onmiddellijk toegang heeft om bij zo... Ik zeg dat hem bij Steve Bannon geraakt, maar... Die verbondenheid is wel, mm -hmm. is wel fascinerend, ik vond, uh, omdat je dat er net zo zei. Uh, ook ja, zo die, dat, die, dat ook is met die Franse ident identiteit. Uh, identitaire, de, Generation de, identitaire. Als je mm -hmm. kijkt naar de, de kleuren van de jasjes, van, dat is dezelfde kleur van uh, schild en vriend. Ja. Dat zijn dezelfde jasjes, de ook. dus, dus. dus en, en die hebben ook natuurlijk, ja, die hebben ook geld. Alleen die hebben ooit Generation Ter heeft dan ooit zo een soort de grenzen, hè, zo de grenzen, de bergen zo symbolisch afgesloten. En die hadden een helikopter. Mm. Alleen dat is niet niks natuurlijk. En 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 gevoeld ook. Alleen ja, ik was. Ik, ik probeer mij een klein beetje wat... Ik probeer het natuurlijk heel lokaal nog altijd te zoeken, want je kunt wel in met PizzaGate en en al die toestanden mm. en Trump. Ik, ik moet. Ik vind Trump al saai. En, en, mm. en ik, vind, ik vind het al niet meer, ik vind niet meer leuk, Trump. Mm. Ik weet dat dat heel gewaagd is om te zeggen, hè? maar ik ga even een statement maken, uh, mensen thuis. Um, ik weet dat dit mij in woelig, woelig water zal brengen, maar ik vind Tr Trump ik vind hem niet leuk. Zo. Uh, Laat is... maar komen, uh, Twitter. Godverdomme, Godverdomme, dat is nou de allereerste persoon dat ik dat ooit heb horen zeggen. Ik vind dat niet kunnen. Wat de shitstorm. Wat vonden van, wat vonden van Obama Gate eigenlijk? En, maar, puur, bu, niet, pu, maar, maar puur kwam. Het, ik voel ook wel dat je zo. De grenspolitieke intriges, conspiracy. Maar daarom niet de aliens. Maar zo. Dat soort dingen. Dat je wel fascineert. Ja. Zo. Uh, hey, Obama Gate had onlangs gebeurd. Dus ik vond dat ook wel. Ik had dat nog nooit zo echt, echt bewust meegemaakt dat het effectief gebeurde. De meeste conspiraties, dat zijn dingen van in het verleden. Maar dat was iets dat ik echt zag gebeuren, maar dat was dan eigenlijk heel kort. Hè? Ja. Wacht, was dat 24 uur of zo, als het al zo lang was? Heel kort voor ons. Ja. Daar is het nog altijd aanwezig. pizza ja. Pizzagate bijvoorbeeld... Leeft daar nog altijd in? De Leeft States? nog altijd. Ja. Ze zijn nog altijd overtuigd dat in. Uh, atomic, uh, pingpong, atomic uh, pizzeria. Comet, Comet pingpong. Dat er nog altijd pedofielen zijn in de kelder. enige probleem, er is geen kelder in dat gebouw. <laughs> en, en, uh, maar iemand als. Hey, heel de QN-beweging uh, is nog altijd met, met Pizza Gate bezig. En een van de bewijzen dat er dus een pedofielen. Dat er dus pedofielen uh, 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 pedofiele zaten, was dus de naam van de eigenaar. Dat was iets van. Oh, iets met de Fontaine of zoiets. En dat en, 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 was een naam. En in het Frans klonk dat als J'aime des enfants. En dat was voor hen een <laughs> bewijs. Dat die ouders ooit die baby zagen en dachten van, nou, we laten een pedofiel. We gaan hem een pedofielachtige naam geven. Oh, dat is en, en Dat, dat soort is dingen... dat slechterikken altijd hun naam worden eigenlijk. Ja. Dat de, 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 de riddler Edward Nigma heet en zo. Hey, maar dat maar valt dat toch even mee? He, zo. <laughs> ja. Dus, 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 um, dus die, die Obamagate dan, dat is nog altijd heel aanwezig. Allee, Flynn. Leg, leg eens voor de mensen thuis uit wat Obamagate is, people's. En wel, er was ooit de Big Bang. Mm -hmm. uh, en toen. <laughs> of... Ah, maar ik ga wat doorspoelen. Eh, dan dus, eh, had, had je de hele Sporenvlag, eerst eh, de Tweede Wereldoorlog, dan <coughs> had je dus Twin Towers. Mm -hmm. Uh, voor zover ik mij herinner, Obamagate ging het dus over, eh, over uh, 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 Flynn, eh, General Flynn, mm -hmm. die dan uh, contact heeft gehad, uh, die onder, onder andere door Erdogan betaald werd. Het plan was dan om Gülen te ontvoeren uit Amerika en hem te laten berechten in Turkije. Hoppa. Mm -hmm. en, en hij was dus een, onder andere een adviseur van uh, Obama, en is dan later een adviseur uh, geworden van Trump, tot dus duidelijk werd dat hij gelogen had tegen uh, Mike Pence en zo, en tegen Trump, dat hij contact had met Russen. Eh, en dat hij door onder andere aired, uh, Russia Today en Sputnik TV, dat hij dus betaald werd om een lezing te geven, dat hij heel, dat hij corrumpeerbaar was. En hij had mm -hmm. erover gelogen, en Trump, ah, oh, hij is ontslagen omdat hij gelogen is. En dus Obama had hem gewaarschuwd over Flynn, had tegen Trump gezegd bij de overgangsperiode, pas op, die kerel is niet oké, is niet oké, okay. okay. we hebben die ook moeten laten gaan. En, en, om, en Obama zei dat dus omdat hij dus dossier had daarover. En dat is de obama -gate, namelijk dat de president van Amerika op de hoogte was van een dossier van een van zijn medewerkers. Dat is bijna zeggen, van, dat, is bijna zeggen dat uw vrouw kwaad wordt op jou omdat je om, iets weet over uw kind. Allee, het is dat, <laughs> de, natuurlijk was hij op de hoogte van een dossier. En, had, en we, dat is zo het vreemde Obama-keet, namelijk hij wordt verweten dat hij kennis had. En wordt verweten dat hij zijn job deed. En mm -hmm. voor Trump is dat natuurlijk hallucinant. Hoe bedoel je, hij was op de hoogte. Dat, dat mag niet, niemand is zo... <laughs> ik ben een... Hey, want hij is, hij is altijd bezig, nobody knows. Niemand wist <laughs> ervan dat dat een virus was. Niemand wist dat June juneteent, dat, dat een dag was. Ik heb dat verzonnen. Ik heb Rocketman mm -hmm. dus Ik heb Twitter <laughs> en, en. Dus dat was dan Obamacate, ja. Onder andere. Maar <laughs> ik vind, het is, het is zo... Het is zo omdat ik vind wel dat Trump soms... Die is een moment van complete eerlijkheid. Dat zijn soms ook heel funny. Dat hij bijvoorbeeld van die dingen zegt: dat is, If you people would read the stuff that I get to read, you'd be very scared. En dan denk je: Dat willen wij niet weten. wat <laughs> ze er gaan aan zeggen. Als een één ding kan herinnerd worden, ja, is, is wel dat een, de, dat een politieke taal naar de gewone man heeft gebracht. Amai. Want zo heb je nog nooit ene politicus horen praten in geen ander land, zo. Die is jo, Dat klinkt ook helemaal niet als politiek dat, is, dat is het niet. Dat dat die klinkt alsof dat hem tegen zijn mate bezig is op café. Dat is binnenkomen, mannen, neem ik iets gewoon. Ja. ja. Zeg, de Oscars. Wat vonden we nou van? Ja. Letterlijk hè? in een speech. Allee, een Zuid-Koreaanse film die wint, wat is deze hier? Zo, en dan denkt hij. Ja, dat is cool, hè, Donald, dat je dat met je vrienden onderin doet, maar doe nu zoiets een beetje statesmanlike en zwijg daarover. Maar uh, ja, het is, het is een fascinerend figuur, hè. Die heeft wel toch voor heel zijn aanval op de media en het fake news gegeven, man. Hoe hard dat dat nu allemaal gebruikt wordt door iedereen dat iets fout doet of zegt, hè. Ik, ja, ik herinner me ik... de, de Pano-reportage met, met Dries van Langen over, dat hij letterlijk in, in het gezicht van die journalist kijkt en zegt: Deden ga je verzonnen, hè? En dan zegt hij: naar uw telefoon, je kunt dat toch zien? Dan staat op uw eigen Twitter feed." En dan ja, zegt hij: Nee. Dat zal wel de geschiedenis zien, want er is een voor- en een na. Dat ja, sowieso, eh. sowieso. En, en het, zal, het, zal, het heeft nu al effect en het heeft wereldwijd effect ook. En, en, en de trucken van de voor. Snap als we ons blind staren op Trump en op eh, het, 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 het politiek aannemelijk maken van eh, uh, 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 dat soort cafépraat dan, we mogen niet vergeten wie daarachter zit. Alleen daar zitten enorme, capabele, slimme mensen achter. Eh, en we vergeten dat soms en we vergeten ook soms hoe fucking goed dat ze georganiseerd zijn. Dus, 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 hey, we denken zo, oh, wat een idioot die Trump, maar hij is ook maar een marionet voor zij die erachter... klinkt heel nee. samenswerig. Nee, maar... dit maar... En, en, en datzelfde, Allee, ik denk ook, het Vlaams Belang, of zelfs andere partijen, zitten daarna te kijken en denken van, wij kunnen hier iets van leren over gewoon de kubaliteit. Als je zegt van, eh, als Dries van over zegt van, uh, ik heb dat, je hebt dat verzonnen. Vroeger dachten wij dus, eh, als pers, als journalist, we confronteren een politicus met een fout. En het was bijna, he, de regels van het spel waren dat politici zich betrapt voelden en, 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 en zich schuldig voelden. Mm -hmm. Maar wat doe je met een politicus die geen schuldgevoel heeft? Dan sta je als journalistiek ook uh, nergens. Alleen mm -hmm. de macht zeggen van, feiten doen er niet toe, mm -hmm. is een, zo'n een krachtig ding. Als je echt zou zeggen, als, ja. als je tegen politici aan politici feiten doen er niet meer toe. En wij als burger, we zitten zo hard in onze... In onze in onze eigen bubbel, mm -hmm. hè, van, van onze kant heeft, heeft per definitie gelijk, mij gevolg dat de andere kant per definitie ongelijk heeft, ja, dan, dan kun je alles goed praten. Mm -hmm. Alleen, en, en dat is het ding, als het dan gaat over wij zijn moreel superieur. Wij kunnen onze helden en onze martelaren niet kiezen. Allee, iemand, eh, George Floyd dan, hè, die dan mm -hmm. vermoord is door de politie in Amerika, en, en, en dan, ja, het was wel een crimineel. Ja, de politie, een vriend van mij zei dat. De politie heeft hem zo kunnen behandelen. omdat hij een crimineel was. Dat maakte hem net, dat is het net. Daarom is hij ook vermoord. omdat hij, omdat hij, werd, omdat hij als crimineel werd behandeld. Mm -hmm. Ook al was hij een crimineel volgens bepaalde, hè, volgens bepaalde misdaad. En, en, en hetzelfde met. Je had dan die Mila in, in, in Frankrijk. die dan zo hè, islamo-, islamofobe dingen had. Gezegd via haar Instagram, omdat ze beledigd werd door, 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 door gasten die haar wilden verkrachten en zo. Saai. Mm -hmm. Verkrachting wordt ook saai, vind ik. Dat is pas de Bibel. <laughs> ik kan je zeggen. Verkrachting is niet leuk. Kinderen. <laughs> uh, stop ermee. <laughs> Als je nu bezig bent, stop nu. Echt waar. Stop ermee. Om, Joost. Ja. Ik zie jullie wel hoor. Stop. Draf. En uh, <laughs> Kijk, we zit dus daar in de camera voor iedereen. Ga eraf, Kom, het is genoeg geweest. Uh. Vooral, vooral de Om oh, Joost heeft u gezien. Eraf deraf deraf, 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 zeggen we. Nee, B. Huh? Dok, eerst stapje. Ja. Voilà. voilà. Dus, zeg sorry. Ja. Zeg sorry nu. Maar denk eens, dan werd ze ook aanvallen door links: van ja, ze had dat toch niet moeten zeggen over, over Allah en Mohammed. Ja. We kunnen onze helden niet kiezen. Gaan, allee, als we echt gaan wachten tot we een perfecte, een perfecte martelaar hebben, dan zijn we nog duizend jaar aan het wachten. Alleen ja, zelfs jij werd plotseling een soort medium of een soort uh, symbool voor vrijheid van meningsuiting. Jij. Ja. Wij moesten ons achter jou scharen. Wij moeten nu, hey, met de ideale wereld, moeten wij ons achter Geert de Host scharen. Snap je hoe moeilijk dat, dat is voor professionele komieken om achter Heert Hoste te scharen? En ja, toch moeten we het doen. Toch hè? moeten we, toch doen, moeten maar we het doen, want het, het is ons verplicht. Allee, ja, hetzelfde naar Charlie doen. Hebdo: van ja, maar zal die cartoons toch niet. We hebben niet te kiezen. We hebben nee. niet te kiezen. Dus, Geert, als je kijkt en als je luistert, Geert, ik schaar mij hm. achter jou met een schaar, <laughs> en een Riek en een drietand. Met mijn lillend vlees. Maar ik doe even de samen... De... Weet je, je hebt altijd zo indexen, hè? Uh, Bij non fictie doe ik ook even een index. Mm. Hè? Dat is mooi dat je dat doet. Ja, een alfabet... Wat, alf wat vond je daar eigenlijk van? Van uh, heel, heel daggegeven daar rond. De, de VRT die het eraf haalt. Ja. Ik vond dat... Uh, niet oké. Okay. Dat de VRT het eraf haalt. Jij durft wel zeggen. Ik weet het, ik weet het. Ah. Ik, durf, ik durf het te zeggen. Maar ik vond dat niet. Nee, ik, euh, uh. ik zal niet zeggen dat de, dat, dat, dat de grap fantastisch was of dat, dat soort dingen, maar daar goog het eigenlijk ook niet over. Nee, en we zouden ook niet moeten zeggen: van nee. oh, het was een stomme mop. Het was vooral en... ook een gedateerde mop, want het was van 30 april. Ja. Dat hij ook zo een maand zo. <laughs> Denk je dat de Tweede Wereldoorlog <laughs> op 30 april? <laughs> nee, dat is, dat... nee, maar de, ik vind het ook alleen, als het. In beide gevallen, als het politiek druk zou zijn, is het echt niet oké. Okay. Als het zelfcensuur is, vind ik het eigenlijk nog erger. Nee. Als echt blijkt dat die redactie of de VRT en zelf heeft beslist van. Ah, we beter niet doen. En je voelt dat dat niet een uniek geval is. Je voelt nu al in bepaalde juries, in bepaalde adviescommissies, dat er nu al zoiets is van. We mogen die eigenlijk geen kans geven of aanleiding geven om, om ons aan te vallen. Nu ook, mm. ik, ik sprak gisteren met iemand die dan zo, eh, voor, voor het VAF, Vlaams eh, Filmfonds, uh, pitches mocht horen. En er is dan iemand die mij een rechtsidee afkomt. Een slecht idee. Mm -hmm. uh, 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 uh. Maar dat, dat ze al automatisch hebben, Ah, fuck, we mogen dat niet meteen afwimpelen omdat het slecht is, want dan gaat dat gebruikt kunnen worden. En dan gaan we misschien naar een parlementaire vraag. We worden heel bang. En, en, en dat is iets daar rechts, heel goed, zeker extreemrechts, is heel goed in zichzelf als rebel te zien. Mm -hmm. En er is niks zo aanlokkelijk als rebelsen. Ze zijn zelfs in staat om vrouwenrechten en homorechten te claimen. Maar kun je dat voorstellen dat het Vlaams-belang iemand als Dries van Langenhoven mm -hmm. en, en Tom van Grieken en Sam van Roy zich opwerpen als voorvechters voor homorechten? Dat is toch waanzin dat we daar beland zijn. Dat links dat heeft uit handen gegeven. Mm -hmm. Ja, maar dat is ook wel. Er is ook een tijd geweest dat het waanzin was om te, dat de socialisten die jarenlang gevochten hadden tegen de katholieke kerk, ineens heel open stonden naar, 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 andere, naar andere godsdiensten. Ja, ja, maar dat is, een... nee, is... Ik bedoel, mm -hmm. dat was ook voor heel veel mensen... Was dat ja, was dat de wereld op z'n kop. En zeker voor een, voor een bepaalde generatie is dat, is dat ook waanzin. En het heeft ook, het heeft ook te maken met... Hey, uh, Fukuyama zegt daar in, 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 in Identiteit, een in van zijn laatste boeken. Ik heb niet gelezen, ik heb samenvattingen uh, op internet uh, getweet. Jij bent een ja, achterflaplezer, dat, ja. heb ik al, uh, dat heb ik al over u ontdekt. Uh, <laughs> ik heb geen tijd voor dat. Jij bent iemand die dat gewoon even een achterflap leest denkt dat lijkt me fascinerend, dat boek koopt in de kast zit en dan staat dat daar voor twintig <laughs> jaar. Uh, dan zoek het op, wat ja, het betekent. Fufufu? Ja. <laughs> <So, lacht> <laughs> ja, die, Fufu. Ja, en uh, voor de vrienden. Omfufu. Omfufu. En... Uh, uh, is dat niet de baas van de NAVO? Op foe, foe. Ja. En um, uh, een nee, ex van die Eddie Murphy. Maar die zegt eigenlijk, <laughs> hè, links, hè, links wil natuurlijk de beschermer zijn van alle minderheden. Maar mm. dat, dat, dat clasht met elkaar. Allee, er, zijn, er is zo'n obsessie met tolerantie, dat ze zelf intolerantie gaan tolereren. En dat is precies wat je zegt. Ik kan me mm. heel goed voorstellen dat je naar links kijkt en denkt van, wacht even, ik vind transgenders leuk voor hen, maar ik heb niet het gevoel dat dat mijn strijd is. En als je dat al zegt van het is niet echt mijn strijd, is het ook doe maar, Allee ja, mm -hmm. pies in een potje of pis niet op mij, alleen ja, als als, mm -hmm. als dat ook is transgender ik weet niet hoe dat die piste. Dat is wel maar... de mooiste samenvatting ja. aller tijden. Ja. Pist in een potje of pist potje. Dat is altijd de beste Basically... Het slag nergens op, maar iedereen snapt het. Iedereen ja, begrijpt ja, wat ja, dat ja. bedoelt. Ja. ja, ik ben zin ja. volledig mee, Joost. Ja. Meer van dat. Maar wat uh... zegt over mij dat ik denk dat een vagina een potje is? Dat zegt toch meer iets, want ik weet toch vroeger had je hè, je had zo filmnet. Weet je nog filmnet? Ja, vroeger? dat heb ik nog gehad. En dat was geskrambeld. Dus dat was mijn seksuele opvoeding van die geschrijmelde, groene, blauwe Close-up van vagina's. Dus ik heb heel lang gedacht dat dat fluwelserende organen <laughs> waren vagina's. Dus ik was ook teleurgesteld. Dat je die broek open deed en dat en de, er niet en zo en een licht ja. uitkwam. Dat je dacht, oh, zoals bij hey, het Ark van de verbond, ja, 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 ja. dat mijn gezicht zou smelten. En, <laughs> of ja, dat... Repo Man met de koffer dat je die doet of uh, wat is dat? Pulp Dingen Pulp zeker hè? ook uh, Pulp Fiction. Je dat dat ook doen, zo met dat licht van. <hast> wat zit daar Maar hoe raar zat dat? Dat Pulp Fiction gaat over een lading vagina's. Ja. Dat uh, <laughs> ja, dat is wat het is. Je hebt, je hebt uiteindelijk... Uh, ja, buiten het feit dat Trump niet goed is en verkrachting ook niet goed. We niet hebben leuk. We nu allemaal weten nog, het is ook niet leuk. Um, de RAF. De RAF. <laughs> de RAF is, is ook uh, <laughs> God ook Pulp Fiction over een lading vagina's. Een lading vaginas. Er worden hier ja. dingen onthuld. <laughs> Hey, maar, maar ik ben de wel, de als je zegt, ik ben een achterflap lezen, ik ben nog erger qua films. En, nee, ik kijk dus heel weinig films, maar ik kijk naar analyses van films. Mm -hmm. dus, 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 dus bijvoorbeeld, ik heb uh, heel... Uh, Watchmen, hè, wat ik, ja. Nou, ja, ik heb de serie niet gezien, maar ik heb alle analyses bekeken op YouTube. Dus ik heb het dan gezien. Dus ik, zoiets als spoilers, ik ben zot van spoilers. Als iemand zegt van... Dan ah, ja, bespaart te... u de tijd om er naar te moeten kijken. En dan. zelfs als ik dan ga kijken, mm -hmm. dan ben ik dan kijken... Ik heb dat zo... Hè, je had zo vroeger de Situationisten. Zo'n Parijs collectief. En die gingen expres te laat naar de cinema om niet mee te zijn. Om, om niet om een van spoiler, maar om hun eigen verhaal te creëren. Omdat ze mm -hmm. dan zitten te kijken en denken van en dan kijk je op naar details dan denk je van waarom kijkt hij zo en dan ga je je eigen vragen. beetje zoals de kinderen in Mad Max Beyond Thunderdome <laughs> en en zelfs nu als iemand nu tegen mij zou hey Tennet die nieuwe Nolan film ah, daar ga ik over daar over daar ik zou die dankbaar zijn dat iemand mij het nu al uitlegt voordat ik het gezien heb ik, ik, ik snap heel de spoiler-alert-dingen en, niet. En, en waarom dan? Omdat je dan, op omdat een, dan, omdat je dan niet ja. meer bezig bent met, met, met het, het gegeven dat een spoiler is, maar naar andere dingen Exact. Dan, zit ik eigenlijk, ja, dan kan ik op iets anders focussen en dan kan ik eigenlijk ook terug genieten. Ik had hetzelfde met Avengers. en Dat is natuurlijk ook wel, wel wel funny is als je dat zegt. Hè, ook die situationisten, die maken een film dan ook minder manipulatief. Hè. Ah ja. Dus dat je niet kijkt naar dat je niet voelt wat dat de filmmaker wil dat jij voelt en waar dat je meegaat maar dat jij zelf zegt van. Ja, misschien voel ik hier iets helemaal anders. Dan al de rest dat het al van in het begin heeft gezien. Dus ik... En nu komen we terug bij games. Wat ik zei over games. Het feit mm -hmm. van je hebt dan als speler de keuze. Welk pad volg je? Mm -hmm. En het, wat je moet doen als. als, als als gamebedenker is het aanlokkelijk nou, om één padje aanlokkelijk te maken dat je dat volgt, maar niet dwingen. En daarom denk ik, misschien heb ik zoveel games gezien dat ik ook zo naar alle media zit te kijken. Van, waarom komt niet meer als een game? Waarom kon ik niet de keuze hebben? Waarom hè, zit ik niet naar de Avengers Endgame game te kijken? En denk van, kunnen we toch even naar Thor? Kunnen we toch even met Thor in bad zitten <laughs> of zoiets? Alle ja, het is zo. Of even leuteren. Er wordt, wordt zo weinig geleuterd in dat soort films. Ik denk als je echt gewoon die dialogen zou kun jij een dialoog nog onthouden van zo al die Marvel Avengers, allee, al die, los van Thor, Ragnarok, die had wel die Tiki Wahi, die is toch goed. Die is wel funny, ja. Die is echt toch goed. Dat is ook een heel leuk figuur dat hem ah, daarin goed. speelt, hè, die Kork. Ja, gebaseerd. Die is zo, 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 dat heel erg. Uh Hello, mate. Ja. Zodat ook, ja, is ook dat te hoog baseert op zo'n buitenwieper. Ja. Dat totaal niet klopt op, ja. met dat figuur dat hem fysiek voorstelt. Ja, wel, man, wel heel ja, funny. Man. Ik weet het niet. Ja, Moeten die, moeten die films het van hun een dialoog hebben, natuurlijk? Ik denk als je een te talkie Marvel-film maakt, dat je veel uh, klachten gaat krijgen van de fans. Wel, ik het, weet het niet. Maar ja, Misschien het, wel, hè? Misschien als je het goed doet, wel. Dat is altijd het ding. Hè. Dat, 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 dat was Tarantino's een kracht, hè? Dat ja, je gaat kijken naar ik... een film over een heist die je niet ziet. Ja? En je hoort een hele een bende gasten erover babbelen. En als ze er niet over aan het praten zijn, dan zijn die aan het praten, dan zijn die conversaties aan het voeren die je eigenlijk nooit zag in films. Ja. Namelijk mensen die. Op café over niks tegen elkaar bezig zijn. Je zag het wel in Nouvelle Vague, in, in Europese ja. films zag je het wel. Mm -hmm. Truffaut en Godard deden niet anders. Dus ja. hij heeft het natuurlijk vandaar ook gepikt. En dat is het ding, maar ik denk ook geen dialoog heeft ook met de internationale markten. Dat moet ook in China verkocht krijgen. En mm -hmm. humor reist niet goed. Alleen het is niet de hangover, doet het niet zo goed in andere landen dan, dan mm -hmm. de Anglo-Saxische markt. Dus natuurlijk maakt het niet uit. Nee, wat ik ook zo fantastisch vind, is dat ze dan, dan speciaal Chinese scènes in dat soort film steken. Die wij vaak niet zien, dat ze plots een Chinese superster daarin steken om het verkocht te krijgen. Mm -hmm. en, en waarschijnlijk had het dan weer omschakeld. Je had dan zo hey, die Mad Damon-film over de Chinese muur of zo. Ja, ja, ja. Dat is maar just, het, be ja. het begin. Ja. The Wall of zo so, Nee, hoe heette die? Het was iets met. Ja, ja, ja. Just. Ja, zoiets. Van die monsters die achter die ja. muur leven. Dus die moeten daar tegen vechten. Daar is de Chinese muur eigenlijk voor opgericht. Zo gezegd: <laughs> hashtag truth bomb. Ja. The Great Wall. The Great Wall. Dat is t, just, The Wall is Pink Floyd. En <laughs> de Great Wall, dat klinkt wel als een trump uh, Ik vond het wel een zin eigenlijk. Humor reist niet goed. Eigenlijk niet, maar ik had er nooit zo over nagedacht. Ja, dat is, uh, dat Eddie, die is Eddie Izzard het uh, totaal niet mee eens nee, bijvoorbeeld. Ik heb, er is, uh, ik heb er eens een gesprek met hem over gehad ja. en dat vond ik heel funny. Want ik, ik ben ook meer van mening dat humor vaak niet zo goed reist. En hij is er helemaal van overtuigd dat als je enorm universeel blijft, dat het overal werkt. He, hij zegt, wat, wat u grappig mokt is, jij. Dat is niet wat dat jij vertelt, maar dat is wie dat jij zegt. Dat ja. is wat makes you M funny. Maar geldt dat ook voor. Ik weet niet of dat waar is. Ik, geldt ja. dat ook voor als we de politiek correcte grenzen gaan aftassen? bijvoorbeeld he, in Australië of zo, zeg maar iets. Je kunt verder gaan in humor. Dat is ook al totaal niet meer waar. Zo. Nee, maar het zal zeggen dat het dat al uh, langer geweest is of zo. Ja, 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 in Amerika is het ook veel langer geweest. He. Ja. Doordat je Amerika al vergelijkt met Engeland en je ziet hoe politiek incorrect dat Amerika in de jaren 90 en begin jaren 2000 was. Hè, met mensen als Risa Doug Stanhope of gasten gelijk, uh, de, de, Al die shock comedians. Hè, die gasten als, als Andrew Dice Clay of mensen als um, Sam Kinison die dat zo echt durfden te gaan naar plaatsen waar iedereen vanaf bleef. Maar dat is intussen ook al keihard veranderd, hè? Zo dingen verschuiven wel heel hard. Dat voelde wel. Humor verschuift wel, of zo. Ja. ja dat gevoel niet. Als humorist zelf Ik vind het moeilijk om dat. Ik, ik, ik voel me wel soms tussen twee, tussen twee werelden zitten. Ik, ik, in, in theater theater wil altijd de braaste van de klas zijn. Dat is het gevoel dat die wel echt die zijn zo woke. Dat je in slaap valt. Alleen, het is niet zo. Dat is het. Alleen, je, je voelt ook zo hard dat theater zo'n zo soort. Een immens, im immense. Sorry. immense Maar, ja, we echt, we waren, weet je, we gaan nu een, een seizoen lang alleen maar zwarte vrouwen op scène zetten. Echt. Ja. Maar natuurlijk, de directeurs blijven nog altijd meestal blanke mannen, natuurlijk. Mm -hmm. hè. Dus, dus, dus het, is, het is natuurlijk een façade. En, en, en ik word daar ook lastig. Ik snap heel goed het idee van, weet je, we tonen dat het, dat het kan, dat het mag, en iedereen moet een plaats krijgen, en ik steun dat volledig. En dan heb je zo de comedy, en comedy heeft altijd zoiets van... Comedy is altijd zo de buitenstaander die zit te kijken van... Overdrijf niet zo. Allee, mm -hmm. en, en we worden een klein beetje... Misschien is dat de comedy... Wij zijn altijd de analisten geweest mm. van een maatschappij. We zitten altijd kijken en we, de, en we zien dan die excessen. En we zitten zo gefocust op die excessen. En we, zien, en we denken ook van... Nou, het is toch mm -hmm. niet zo raar. Allee ja. <laughs> en, en om nu te denken van, dat humor... Ik snap ook wel... Je kunt niet meer dezelfde soort moppen maken. omdat ze belegen zijn. Alleen, mm -hmm. we, we, maar dat hebben we als komieken altijd al. Wij, we, we, zo zijn we ook. Zelfs toen wij begonnen. er waren gasten die moppen deden. die echt al zo. belegen. En we zeggen dat ook. Mm -hmm. dit, is al, dit is al zo passé. wat je nu zit te doen. En nu door internet zijn al die passé moppen ook algemeen. Er was altijd iets. Comedy in een zaal en er was een code. Ik beschouw een, een, een comedypodium, heb ik altijd gezien als een operatiezaal. Ik mag niet mijn mes iemand opensnijden, maar in een operatiezaal. Het is, 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 is gestelliseerd, en, en ik heb 16 jaar gestudeerd, dus ik mag mijn kapel jou opensnijden. Dat is de code van de operatiezaal. Ik heb hetzelfde met een comedyzaal. De code is. Ik mag hier een skapel gebruiken. Mijn woorden zijn diegene die, ik ga even deze tendensen, deze figuren, deze, uh, ik ga even dat opensnijden. En het kan bloederig worden. Net zoals een operatie kan bloederig worden, en het kan pijn doen. Maar dat is de code. Jullie zijn binnengestapt in een zaal waar die code, dat zou boven elke comedyzaal moeten zijn, pas op, kan pijn doen. En, 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 dus, 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 en dan denk ik ook, nice. dat was de code ook. En mm -hmm. nu is die sociale code door. Ik vind het zo raar dat wij van komieken die hun, hun denkproces live brengen. Ja. Geen enkel komiek heeft op dag één een perfecte set Je zet te aan het brouwen voor een publiek. Een publiek mm. is, 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 is uw partner. En dus om te verwachten dat hij vanaf de eerste moment, de eerste keer dat hij met nieuw materiaal op een, op een podium stapt, en dat dat perfect is, en dat het niemand choqueert. Dan moeten we stoppen. Als dat, als dat de, 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 de verdienst is. Maar ik snap ook wel dat je denkt: van. zijn we echt nog niet. In 2020 gaan we echt nog flauwe moppen doen. Gaan we echt nog. Gaan we echt nog hè, handtas, diefjes, mopjes doen. Mm -hmm. Gaan we ook nog. Mijn school moet. Alleen datzelfde. Mm -hmm. Allee, dat is, dat is bijna zo. gade, ah, de Titanic. Wat was dat? <laughs> uh, is dat zo? Maar zou je niet kunnen zeggen van ja, maar als het, goeie als het een goede grap is, als je erin slaagt om nog altijd een goede schoonmoeder mop te maken en iedereen lacht, eet dan geen bestaan? Ja, tuurlijk. I mean, en dat is opnieuw de code. Als het fantastisch is. Oh. Mm -hmm. Allee, moest dat, is al, van, dat is altijd. Dat is altijd het, uh, het, uh, hetgeen dat de, de regels verandert. Hè. Dat is als de mop goed is. Hè. Ja. Want, Want een van niet, jouw helden was toch zo. Greg Greg Geraldo. Dat was uh, een van jouw helden? Nee, dat was, meer, dat was eigenlijk meer uh, de Xander's. Dat was een van de Xander's, een oh, helder ja. Geraldo. Giraldo. Ik kende die wel, ik heb die ontmoet. Ze kookt op tot achter zijn ja. oogballen. Een niet echt de meest sympathieke mens. Die helaas ook, denk ik, een maand of twee daarna dood was. Wat heel weird was, want die, uh, eh, dat je die nog gezien hebt. Ik heb daar een optreden van gezien in de Rode Zaal in Antwerpen. Waar de Xander trouwens het voorprogramma van speelde. En de Xander heeft die ook naar huis gespeeld die avond. Die was echt niet... Die, was heel, um, ja, die zag eruit als iemand dat om de kook zat. Heel ja. confronterend, heel vervelend. Was ook ruzie aan het zoeken met een gast op de eerste rij. Begon ook van uh, we kunnen naar buiten gaan en we kunnen gewoon vechten. Maar dat soort nonsens. Ja. Drie kwartier ook en dan ging hij van het podium af, want hij was het beu. Dat, ja, de was, was een hele, hele rare avond. Maar ik weet niet wat we wouden zingen hey, Dat ding ja. van. Die zei ook grove, zeker bij die roast. grove, grove, grove mm -hmm. dingen. Mm -hmm. Maar het was goed, Snap En dat ja. was. De, dat was allee, het is raar. Ik, soms vergeten we dat, we dat we als komieken. Dat we iets hebben afgedwongen. Mm -hmm. dat, allee, er zijn codes afgesproken. Hij, datzelfde. Dat is een beetje hetzelfde. van, Ik stuur mijn kind naar de crash, omdat die verzorgsters, die verzorgster, mogen mijn kind opvoeden in mijn plaats voor die paar uur. Ik ga niet naar een bedelaar en zeggen: voed jij even die op? Dat is niet de code. En dat is hetzelfde. Er was iets afgesproken. En nu lijkt de afspraak niet meer helder. Allee, geef mij het papierke waarop staat: we doen even iets anders met comedy. Maar ik, natuurlijk, we, we klinken hier ook als een bende zeuren de blanke ballen. We mogen niks meer. Natuurlijk, je mocht alles zeggen. Maar we moeten iets harder werken. En dat is het ding met de ideale wereld en de mm -hmm. Dan denk ik wel, ik zie daar ook hoop in. Ik zie ook hoop in. Als die al beginnen te flippen over een flauwe mop. Mm -hmm. Die Old Writers, die, die, die fragiel rechtse. Als mm -hmm. ze al flippen over zo'n slechte mop, stel dat we echt super scherpe moppen hebben. Dan gaan ze gewoon smelten. <laughs> die sneofvleekjes. <laughs> en, en dus dus, dus, dus. Maar betekent... ik, vond, ik vond het wel leuk om, om, om rechts nog eens zo kwaad te zien worden op een grap. Ja. Dat ik denk, ook, oh, dat, is, dat is goed dat dat niet altijd tegenwoordig van links komt. Van we mogen niemand meer beledigen, dus. En dan krijg je te veel focus daarop, waardoor dat je niet meer door het dat het meeste gezeik dat wij kregen toen wij begonnen met comedy, kregen wij altijd normen, waarden en fatsoen naar onze kop gesmeten. Hè? Dat we ons eigen moesten gedragen en stop nu eens met dat soort dingen te zeggen totdat het over buitenlanders ging, en dan vonden ze het allemaal perfect oké. Ik vond het wel grappig dat... nee grappig is het sowieso niet, ik vond het wel frappant dat eigenlijk het Vlaams Belang dat dan twaalf uur eerder het tegenovergestelde zegt. En Van Grieken heeft op Twitter wel geprobeerd om het wat te recupereren, want ook eigenlijk in heel dat ding kwam eigenlijk ook waar we twintig minuten geleden over bezig waren, dat er geen waarheid meer is, want als je heel eerlijk zegt, Jan-Joap van der Wal zegt dit, de VRT zegt zus... Ideale Wereld zegt nog iets anders, en het Vlaams Belang zeggen ze Ja, maar zo was het niet bedoeld Ja, wij wouden het niet van ja. we, 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 we mogen dus, terug op, uh, op online uh, zitten En we vinden het niet zo Maar erg. ik ook wel snap van het Vlaams Belang Want ja, je kunt niet twaalf uur eerder zeggen uh, We mogen niets meer zeggen, en dan Ai. En dan gewoon blijten wanneer ja. er iets gezegd wordt ja. dat jij ja. niet Maar ik vond het wel zot dat, dat een waarheid Tegenwoordig onmogelijk is Want hoe moeilijk kan het nou zijn om te achterhalen Hoe dat nou gebeurd is Ja ja, maar Dat is, dat is onmogelijk, dat ga nooit niet weten. Zult, we zullen nog eerder weten wie dat, wie dat Marilyn Monroe heeft doodgedaan, en dan we gewoon weten wie dat in godsnaam dat onnozele stuk eraf gekregen. Ja, ja, dat, dat vind ik waar. raar. Ja, maar ja, dan is dat een... toch niet belangrijk genoeg voor, voor zo'n staatsgeheim te worden, zo'n onmogelijk maar, ja, maar is een tactiek, te achterhalen ja, Dat heet uh, uh, overvloed aan informatie, dat is zo de nieuwe tactiek. De, 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 de Russen proberen dat nu, uh, uh, hey, want ze hebben geleerd van China, je kunt internet niet censureren. Je kunt niet zeggen, we mocht alleen dat zien. Internet vindt altijd manier. Maar de Russen hebben door. Internet is geen democratisch systeem. De beste informatie komt niet bovendrijven. Waar, waar, namelijk, ze proberen dus zoveel informatie los te. zodat het eigenlijk niet meer uitmaakt. Zodat wij gewoon iedere persoon zijn waar het eruit pikt. En dat je alles in vraag begint te stellen. ook. En, dat is, en ik, ik denk ook dat is ook een tactiek dat de VRT nu echt aan. aan als ze slim genoeg zijn, is dat de tactiek die ze nu gebruiken. Namelijk, die zegt dat, die zegt dat, zodat de waarheid niet hoeft geweten te zijn. Zodat wij kunnen kiezen van ah, ik volg Jan Jaap of ik volg... Het zal even. wel zo geweest zijn. Ja. 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 De andere uh, optie is dat het pure onkunde is. En dat vind ik onaanvaardbaar. Met mijn <laughs> belastingsgeld zoveel onkunde. Nou. Nog de de ik durf niet te veel meer te zeggen, Calaway. maar ik heb toch al rondgelopen op plekken in de media dat ik denk, dat kan misschien ook wel eens de reden zijn. <laughs> hey, wat, dat, dat is Zonder acht, dat jaren... ik namen ga noemen of naar mensen ga wijzen, maar dat ik soms denk, man, in een ander bedrijf lag dan ga je toch al lang buiten. Maar dat is eigenlijk waarschijnlijk ook niet waar. Dat is het ergste van allemaal. Dat is niet dat is, dat is... Omdat ik ook gewerkt heb in, in, een, in, een, ik heb in de Vlaamse Opera bijvoorbeeld gewerkt en nog op andere plekken. En dat ik ook zelf dacht van. Wat ik hier zit te doen en wat de meeste mensen hier zitten te doen. dat kun je echt niet omschrijven als hard werk of competent werk. Ja. Wij zijn hier aanwezig en wij krijgen geld voor wat dat wij hier doen. En we kunnen zeggen: God, het was weer een lange dag. Maar wij hebben altijd zo dat idee dat als je een bedrijf ziet functioneren, zo, hè, dat ze zo zeggen, in de privé zou het niet waar zijn. En dan denk ik, goh, daar heb ik toch ook al gewerkt. En het is toch niet veel beter dan ergens anders of zo. We zijn vooral allemaal heel goed in elkaar wijsmaken dat we druk bezig zijn. En dat we belangrijke werk aan het leveren zijn. Dat zijn de fameuze bullshit jobs, hè? Ja. dat dan zo overgeschreven wordt. Ja, inderdaad. Maar ja, welke jobs zijn dan geen bullshit jobs? Nu? Comedians, dat zijn geen bullshit jobs. Vind je dat? Maar we bullshitten. Vind jij dat? Wij, wij verkopen bullshit, man. Dat is hetgeen waar wij het beste in zijn van allemaal. En we even. sell it as truth. Dat is nog veel toffer. Nee, Zo'n so. fact-checker die <laughs> lillend vlees opzoekt. Das, das dat is belangrijk. Daar! Daar! daar. Ik heb dat wel, ik heb... bij God dat we ooit gaan geraken. Voilà. Maar ik heb wel iemand nodig die... Uh, jou, ...die je dat Die ...catecheseavonden taal kan gebruiken en, uh, uh, <laughs> ...zo lillend... ...dat is zo'n kruiswoordraadsel. Dat hebben ik al jaren niet meer gehoord. Lillend. En ja, en wordfeud gaat wel niet zoveel is dat veel, Zijn dat veel punten of weinig De L, dat is drie punten, denk ik. Denk ik. Is wat is eigenlijk het... Uh, Waarom weet ik zo niet, ja. Schrijven of comedy? Je moet één ding kiezen. Het uh, liefst comedy eigenlijk. Ja? Omdat ik het niet goed kan. Oh, oh, oh. Nee, nee, omdat ik. Echt, ik, ik vind. Ik, vind als ik, ik, ik ben wat gestopt met comedy. Omdat ik dus. Hè, zoals mensen zoals jij. Dan denk ik. Ik ga daar niet geraken. Ook omdat ik de drang niet heb. Om, om daar zo obsessief mee bezig te zijn. Schrijven is natuurlijk. Ik zie schrijven als een soort basis. Ik, ik kan niet veel anders, o, ja, maar da, 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 dat, dat is dat ik daar heel obsessief mee bezig <laughs> je, met... je moet dus je moet, je moet zien hoe dat hij zijn schoenen gekloopt heeft. <laughs> dat is echt... De... Dat is gelijk een klein kind. Ja. Ik geef dat toe. Dat zijn je twee met... lusjes. Doe dat nou altijd met twee ik lusjes? Ik doe dat met twee Luskjes. Oh ja. man. Dat is overweldigend. Oh, ik denk dat ik dat zelfs uh, op podium, in, in een of ander bij mijn dvd's, dat ik dat zelfs vertel. Oh, dat, ik dat ik Dat doen doe op podium, omdat mijn veter los was, en dat ik dat dan... Benoemd dat ik daar aan toe was. Of ik heb het veel live al gedaan. Als mijn oh. veters loskwamen en ik doe het, dat ik er zelf comment op. Maar ik doe het dus nog altijd met de tweede. Hij weet ik zoveel van u. Ik, misschien... ik heb dat nooit fatsoenlijk geleerd. Misschien plakkers of zoiets ook wel. Uh... van die Velcro-strips. Ja? Ja, hij gebruikt pleisters hè? <laughs> op zijn schoenen dicht doen. <laughs> Met oh, dinosaurussen. Jos, dat wou ik nu wel verzwijgen. Waarom ah, moet ik dat nu weer wel zeggen? Omdat je van je... Ik wou u jij, iets moet als geven. Een, jij moet als een Leopold II van je sokken oh, gesleurd worden. Fuck's sake, really? Ah. <laughs> ja, dan, dan win ik keer toch. Man. Prins Laurent, dat is al erg. Maar Leopold II, really? So, de, de vriend van mij zei, die, zei wel van... Ik weet waarom ze die in brand steek, Leopold II. Omdat ze die zwart willen maken. Oh, oh. nice. Dus uh, nice. Ja. Nice. ik vond wel dat Prins Laura een nice. nobele poging gedaan had om zo'n <laughs> oom te verdedigen. Hij dat was we... er nooit. Ja, het is... Hij was er nooit. Hij was er nooit, was nooit en aanwezig. En ik weet niet ook waar Hij was er niet. Het klinkt wel, het klinkt wel als een soort excuus. Want hij was er nooit. Allee, toen Sinterklaas kwam, hij was niet aanwezig. En ik dacht alleen. Hij was hier toch net Leopold mee. Zo toen, uh, toen die oude Ton Hermansbop. Al oh, Ton Hermans. hij kwam, hij kwam Hij kwam handen te kort om mensen oh. vast was te pakken bij ons thuis. Het was. Het was. Oh. oh. <laughs> We missen hem. Oh, he. Jesus Christ. Man. Gaan ze er allemaal aan, denken? Er komt maandag uit, dus dit is deze podcast. Gaan ze er allemaal liggen, denken de Leopold 2-standbeelden? We hadden er nog over van. Ik denk dat ze een toegangsticket moeten betalen om er te graag aan, misschien moeten wij wat hé, achter, achter, hé, achter een soort poortje zetten. wat, wat standbeelden. Ik, ik ben niet nie sots. En ik heb er al een lange discussie gehad. Uh, uh, met, mijn, met mijn lief. Ik ben niet zot van het dreigement van geweld. Ik had er dan veel over agressie. Van zodra geweld te pas komt, moeten we luisteren. En, en dan denk ik van. Datzelfde met die rellen. Dan denk ik ook van. Natuurlijk, je weet dat het. Totdat het. Die, 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 tot aan rellen was gekomen, is er al heel veel vooraf gebeurd. Die komen niet van nergens, dat weet ik <tuss> ook wel. Maar ik hou niet van het idee van. Oké, okay. jullie hebben genoeg geweld en vernieling aangericht. Nu uh, gaan we... Dat is bijna een soort. Uh, 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 hostage negotiation, bijna. Bij het feit mm -hmm. van. Jullie hebben nu genoeg kapot gemaakt. Dus nu gaan we jullie eisen inwilligen. En dan denk ik van ja, dan. Maar aan de andere kant, ik snap ook wel. Het is ook maar een fucking standbeeld. Het is mm -hmm. maar een stand... Ik denk als we nu. Zo, oh, en volgende keer gaan ze dit en daar. en ze zal dan boeken verbranden. Het is maar een fucking standbeeld. En dan denk ik ook van. Of Doet er iets anders mee dan vernieling. Doet er iets, is, doet er iets positief? mee. Hè? Ja, maar aan de andere ja. kant, ik denk ook wel, opnieuw, ja. we kunnen onze helden, onze martelaren niet kiezen. Mm. Snap je, als zij het gevoel hebben dat dit een belangrijke daad is en dat het hen. Hè, en, 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 snap je, ik denk niet dat dat idioten zijn. Ik heb niet zoiets van, ah, oh, blijf eraf. We, weet je, wij zijn niet in staat om te zeggen wat iemand anders als racistisch beschouwt. Mm -hmm. snap je wij, wij kunnen niet in hun plaats zeggen van hoe durf je je beledigd te voelen ja ja ja, ja. Op die en, en en als dat echt zo belangrijk is Ik zou is ook niet hebben, want uiteindelijk wat je zegt, de kunnen invullen want eigenlijk kende je ook kunnen zeggen van ja hoe raar is dat we moeten uitleggen dat we elke dag op iemand moeten zien is er een equivalent van een, uh, van iemand die dat mee we witte mensen gedaan hè wat bedoelde wel Zo'n standbeeld van Leopold II, hè. Mm -hmm. wij zijn goed in dat te relativeren, en dat zijn allemaal dezelfde dingen, maar... Omdat het ons niet overkomen, omdat niet overkomen is, maar, is, maar, is. maar er iets in het ja, straatbeeld van dat, wat dat... Want ik heb altijd zoiets... Ja, ik kan wel zeggen, ik zou me dat niet aantrekken, hè. maar is er zoiets dat wij soms elke dag ook moeten zien, dat ja. je denkt, als je daarover nadenkt, ja... Ja, reclame. Mm -hmm. mm -hmm. is, is dat niet onwaarschijnlijk? Allee, Banksy heeft dat ook, ook, uh, ook gezegd, van het feit van, wij worden elke dag beledigd. Dat we niet mooi genoeg zijn, dat we niet sexy genoeg zijn, dat we niet rijk genoeg zijn. Elke dag worden wij uitgelachen door gigantische billboards, maar we mogen er niet aankomen. Wij mogen niet hun belediging terug. Wij moeten daar afblijven, want dat is hè, privé -domme. Terwijl, eigenlijk, en, en daar zijn al veel stemmen voor opgegaan. Eigenlijk is het toch waanzin dat nou, wij, wij mogen niet eens kiezen om niet geconfronteerd te worden met, met reclame. Ik had zo ook zo'n ding in een van de comedy shows. Ze zijn nu zo ver dat ze dus ook fluisterreclame kunnen doen. Dat je dus eens loopt en dat er een reclame slongen en die oor wordt gefluisterd. Door zo'n mm -hmm. speciale high-tech. En dan denk ik van wij hebben nergens afgesproken dat we, ge dat we permanent geconfronteerd moeten worden. Er is geen adblocker op de realiteit. Mm -hmm. En om nu te zeggen van zeg, doe niet zo. Maar ik, als, als, als het dan gaat over wij, hebben, wij worden elke dag geconfronteerd mij echt... Bijvoorbeeld, in, om nu één expressief, ik vind dat wel... Bijvoorbeeld, autoreclame. Hoe dat autoreclame echt, bijna zoals... Uh, uh, niet enkel op affiches, maar ook hoe dat het audiovisueel wordt, wordt getoond. Allemaal lege banen. Een perfect hoe dat daar rijdt. En, en, mm -hmm. en dingen. We, we zijn wel aan mensen... We, we tonen wel van de auto dat is veilig en dat is snel. En we zitten wel mensen, en wij worden elke dag geconfronteerd: Antwerpen, Brussel en andere steden, met echt agressieve chauffeurs die zich heel veilig wanen. He, want dat is zo'n theorie van mij. Van, 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 <laughs> uh, um, namelijk, vroeger de auto dat was werken. He, die scha dus gevoelde je, je mens met een apparaatje. En nu, die auto is 90% robot en jij bent maar het scha... Dus je wordt ontmenselijkt in je eigen auto. Je bent maar gestroomd. Je zit ook te comfortabel. Je moet niet eens schakelen. Gewoon allemaal automatiek en de, de, van zodra het regent. Je, gaat vanzelf die je moet niet eens op een knop duwen. Je moet zelfs niet eens... Allee. Je moet niet meer vergeten van je lichten uit te zetten als je naar een tunnel komt. Je moet ja. niet eens... Nee, je moet je, met je voetje, om je koffer open te doen, moet je je voetje... Wat, wat. Allee, dus, dus we worden als robot... Dus... Ik vind bijvoorbeeld... Dat auto... staat nog niet helemaal op punt. Ik nee. heb al heel veel mensen met shoppingzakken waar ze wapperen met hun voet. Dat ik denk, wat voor David Copperfield Moves. ze, de gauw hier. Te... Vooral voor had hij die, die koffer vanzelf opengaat. open ze, ze willen wel, maar daar zijn we nog niet helemaal. Ja. Ja. Maar, maar het zal dus, wel... Uh, dus ja, dan denk ik van, ik vind dat... Ik ga niet zeggen van, oh, uh, 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 dat even erg als slavernij. Slaverij <laughs> is niet leuk. Niet nee, leuk, ik wel. weet niet. Euh, Net zoals verkrachtingen Donald Trump. Deraf. Niet leuk. Deraf. 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 En, uh, maar dan denk ik ook wel, hey, wel, als we toch bezig zijn met het straatbeeld te zuiveren van, 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 van beledigende uh, 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 beelden, dan vind ik ook wel, laten we daar ook een keer naar kijken. Mm. Mic <laughs> drop. <laughs> Doe je dan nog? Doe ze dan nog mic drop? Ik, uh, ik heb of... me daar al lang niet meer aan gewaagd. Ik denk dat je echt niet Dave Chappelle of uh, Chris Rock zei. Dat, dat, dat. Die waren de expert mic droppers. Hè. Die waren, dat zijn de beste zo. Dave Chappelle heette: ik laat hem met mijn hand vallen. En Chris Rock heette: de echte zo. En wat je hebt... Dan drop zo. <tok> ja, je hebt zo yeah. maar ja, bij die K-pop artiesten, yeah. hè, die zijn dan aan het dansen en dat moet je ook naar Microsoft, maar dan krijgen ze snel van zo'n van de dansers een valse net, micro ja. valse, om te droppen. <laughs> Omdat ze het is wel te duur om. Oh, maar echt. Je, dat... je wordt wel de haat van elke technicus als je dat deed, dat weet Ja, ik ja tuurlijk, tuurlijk. Zeker als je zo met een lokale microfoon van het, hè, van het cc zelf, als je hem niet zelf bij had, dan doe je natuurlijk wat je wilt. Maar als je zo met een, met een, een ordinaire goede SM58 zo oude zit, set zo een mic drop deed, dan zag je altijd een technicus denken, ga je onnozel, ja. man. Maar er moet toch <laughs> iets beter zijn? Want het lullige is toch zo, dat terug in dat statief is toch... Is, je kunt dat niet... Ik herinner me nog, nog een, een uitspraak van, van Jerry Seinfeld. En dat, uh, dat is ik nooit vergeten, dat hij zegt... All you have to do is clear the mic in one movement and then you're off to the races. En dat is met die film Comedian, dat je die helemaal op het einde het podium ziet opstappen en die doet... En die neemt de microfoon vast. Ja. En dat, dat was met zijn die... allerlaatste... Ja, als ze dat deden, man. Oh, in het begin van comedy. Als, ze, als je zo... Mensen net die alleen maar muzikanten gedaan hadden. en die hun micro hadden klaargezet. en ze hadden die een draad helemaal rond dat statief gedraaid. En dan pakten die het even en zeiden zo. goedenavond, uh. Ah, kut. En dan zitten ze zo. In oh, een toch... minuut stonden er wat en die Ik wat dan tekort is. Ja, die, ja, dat is echt. Oh man, ja, dat is echt uit een tijd dat wij begonnen. Ja. Dat dat soort dingen nog veel gebeurden. Oh zo. ja, en Tersten was ook. We hebben tafeltjes gezet. Hè, dat is ja. een loungegevoel. <laughs> dan zit een elf met zijn rug naar u, hè? Zo, ja, zit er op tafel. Ja. Dus ja, uh, zo dus, uh, oh, so nostalgisch. Misschien moeten we zo dit in zwart-wit even uh, yeah, so, teruggaan naar, uh, naar de goede oude tijd. En ook zo spreken zo. Yeah. Ja. Met uh, timbre, zo die vibraal. -tons. Goedenavond, dames uh, en heren. We zijn hier om te kijken naar comedy. De Duits komt Antwerpen in gemarcheerd. Hallo de Duits. Zo uh, so, dat soort uh, schitterende. Ja, man. Ja. Ook wel, dat, dat, uh, want daar is er gisteren nog tegen mij over begonnen, uh, Andries. We hebben dat gezien Urbanus op, uh, op, op, de, afspraak. op de, de afspraak. Ik heb het niet gezien. Ik, nou. vind, ik, vind, ik vind Urbanus is heel belangrijk. Mm -hmm. Vind ik voor Vlaamse komende is heel heel belangrijk. Ik denk mm -hmm. ook, mijn zoon is er ook zot van. Hè? Die, die, die wil zelf een soort nieuwe Urbanus worden. En, en zeker als je. Ik, ik, ben, ik heb die cassettes zot gedraaid. Mm. En ook opnieuw, het is hetzelfde van. Dat is zijn mening. Mm -hmm. allee, dat is zijn, en ik ga niet zeggen: je mag dat niet zeggen, want dan, dan schiet ik in mijn eigen voet. Maar ik denk wel, er, er is wel iets. Hij is altijd degene geweest die, uh, die, die, die nooit naar beneden klopte. Uh. Als mm -hmm. hij begon als komiek, allee, dat was tegen de kerk, dat was tegen uh, de, de, de burgerlijkheid. En nu staat, heeft hij. Om nu te zeggen: van, uh, we zitten in verdrukking. Als je als je u, u associeert met de NVA, va wat zijn goed recht is. Mm -hmm. En als je klaagt over te veel belastingen, waar zijn goed recht is, dan, ben je, dan, dan zit je niet naar, naar boven te kloppen. Mm -hmm. dan, dan, dan ben je een klein beetje het establishment geworden. Mm -hmm. En dat is oké, okay, maar je moet dan niet pretenderen dat je nog steeds de grote rebel bent. En, en, maar ik ga nooit, weet je, sommige, ik, ik, ik wil ook niet, als het gaat over moreel superieur, die mensen zijn belangrijk geweest. Mm -hmm. en, en nog altijd en ik zou mij heel huwelijk voelen om, 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 om te zeggen, ah nu heeft hij het echt verkorven, hij is te belangrijk geweest in mijn comedy opvoeding om hem te laten vallen mm -hmm. als een Mike <lacht> uh, <lacht> ik vond wel zo uh, ik heb het dan uiteindelijk toch gezien er was heel veel kritiek op en ik denk dat hij ook voor een groot deel terecht was. Maar wat ik er wel het mee hij heeft zo twee, uh, twee uitspraken gedaan, die wel waren blijven hangen. Eén had ik gezegd tegen u, van... Met de walen. Hey, dat is zo, als hij zegt... Kolonialisme. Collaboratie, dat wordt heel hard, dat is een Vlaams gegeven. Maar hij zegt van, ja, als het dan gaat over, over de koloniale periode, dan wordt ineens een Belgisch gegeven, terwijl het hem zegt, ik heb de indruk dat dat dan eerder een, een, een Franstalig ding was. Zo'n uitspraak waarvan dat je denkt... Is dat wel? Nu blijkt dat dat eigenlijk niet is. Maar het andere dat hem zei, en dat is eigenlijk wat hem echt, ja, iedereen mee op de kast heeft gekregen, was dat zei van ja, als er, uh, als, 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 we, als er bijvoorbeeld iemand van allochtone afkomst slachtoffer is van uh, racistisch geweld, dan staat de etnische achtergrond erbij. Als het gaat over een daderverhaal, dan wordt het vaag. Hè? Mm -hmm. Ook zo een typische uitspraak, van dat je denkt, jou, dat zou eigenlijk eens gefact-checked moeten worden, want dat is zoiets dat heel goed klinkt. Het is zoiets, is dat? Mm -hmm. waarschijnlijk als er dan zo... is dat Arbiter of tweets of zo van die mensen die daarmee bezig zijn, dan zal het wel meevallen. Maar wat mij er wel bij opviel, hè, want op zich is dat... Als dat niet waar is, dat een heel ranzige uitspraak. Dat was Farah die niks kon zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik vond wel? Die, ik vond dat wel... Farah die eigenlijk altijd wel zo in controle is. En dat vond ik wel als, als, als moment interessant. Dat ik dacht van... Man, het is wel iemand die er, die er wel zo iets gezegd hebben, waardoor dat die, die kon niet veel zeggen. Ze heeft al zo een antwoord gegeven. Ze heeft ook niet gezegd ze is fout Ze is zo wat beginnen stamelen. Vond ik dat niet? wel maar dat ene momentje heb ik dan gezien. En ze zei wel... Het heeft het, het een context. Ze zei dat het hangt ja. van de context... Maar, maar nogmaals, om Farah dan te associëren van... Hij zegt in de media, en dat is een probleem. We, 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 media is gigantisch groot natuurlijk. Allee... We beschouwen zelf wat we zien op Facebook als deel van de media. Dus, dus ik, ik denk ook wel. Nee, wat ik, sorry, en dan ik wat ik eigenlijk wil zeggen is... want ik, 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 ik vond die as, ik was niet, niet pro-die uitspraak, ik was ook niet tegen vader. Ik vond dat gewoon dat moment, dat, je, dat vond ik wel symbolisch voor die. die die verwrongen situatie waarin dat iedereen zich vindt, hè? Mm -hmm. namelijk Urbanus die na overduidelijk 70 jaar is en spreekt als een 70-jarige, en in zijn een heel achterban al dat niet verdeeld, de media die eigenlijk niet goed weet hoe ze ermee moeten omgaan, om in de eerste plaats daar eigenlijk al een raar panel te zetten, mm -hmm. en aan Farah, waar je altijd van die, die dan op dat moment een beetje moet gewoon oplossen om de situatie te redden. Ik vond dat meer een krachtig signaal van hoe complex het allemaal is. Ik vond het dat heel vond grappig ook. dat ik een gast had uh, 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 weten reageren. Dat vond ik dat was de ultieme ironie. En hij had het zelf niet door wat het nog veel beter mocht. Er was een gast die zei. Ah, typisch, weer een gesprek over racisme door een bende uh, witte mensen die dat totaal niet weten over waar ze bezig zijn. Ik hoef niemand nog te horen zeggen ik denk, want dan haak ik al af. Ik moet zeggen, ik weet, want ik heb zelf meegemaakt. Dan wil ik wel luisteren. PS, heb de aflevering niet gezien. <laughs> dat was, voor mij was, dat, dat was alles samengevat in één tweet. Ja. Dat ik zo denk: Dank u wel, Merci. Het gaat echt even hopeloos als hetgeen dat je just hebt opgeschreven. Ja. Dat slaagt op niks. Hè? En tegelijkertijd, het zal ook allemaal wel, als er gezegd wordt: inderdaad, het is een raar panel. dat je een 70-jarige man gaat beginnen laten praten over moeilijke rassenkwesties. Kan allemaal wel zijn, hè? en is ook zo. Ik vind ook niet dat ik daar bijvoorbeeld had moeten zitten. Ik heb ook zo'n gevoel van, ik weet niet wat kikkie moet komen bijdragen daarover. Ik kan er wel een mening over hebben. Maar dan denk ik, oké, okay, wat is het alternatief? Wie gaan we er wel zetten? Het zou wel cool geweest zijn als we intussen iemand hadden die dat een jonge stem in de comedy was, waar we naar konden luisteren. He, een, een jonge Kevin Hart-achtige gast had, die super succesvol was en die er kan komen zitten en zeggen, zie, als iemand van een andere kleur vind ik dat, dat, dat en dat maar die is er niet. Dus je zit en je denkt, als je die discussie per se wilt gaan voeren, wie moet je dan gaan opvoeren om daarover te praten? Hoe komt dat eigenlijk? Als comedy-ding, hoe komt dat eigenlijk? En jij ook mee van Brussel-kennis Brussel erbij, wordt, hè? enorm... Als je nog hip-hop ziet, of zo, dan is Brussel de place to be. Dat is creativiteit overal. Hm. Dat is prachtig om nog te zien. Dat is echt een scene, dat is een generatie. Maar als het overgaat over comedy... Dan is dat inderdaad wel een. een, een bij de vrouwen, je he, het wel een. zo of zo, maar bij de mannen zijn er inderdaad. Hoe komt dat er zo weinig instroom? Er zijn er een aantal, maar die hebben tot hiertoe. nog niet iemand gehad die dat. Uh, de onwaarschijnlijke kwaliteit heeft dat hem super groot wordt. Doe, er zijn er een hele hoop, en ik denk niet dat dat een barrière of een deur is. Kamal, Kamal is iemand... Kamal is al... Maar hij kiest wel, en hij komt er ook hopelijk ja. voor uit. Ja. Hè? Hij, hij doet er ook niet vals over. Hij kiest ook voor, bijna voor een, een, een Geert Hosten pad. Mm -hmm. dus ja. in dat opzicht is hij... kiest hebben aan een traditionele aanpak. Mm -hmm. En ik denk dat als je een gast hebt die dat, dat meer een soort... Ik zal het maar zeggen, hè? Een, een, meer zeggen. Stel dat je een jonge gast hebt... Het maakt niet uit van waar dat hem komt. En dat is een mega Dave Chappelle en Richard Pryor en Eddie Murphy fan. En die is er mega goed in en die doet dat. En die doet dat hier. Hè? Aangepast aan de moderne tijd. Dan ben ik er zeker van dat hij bakken uitverkoopt. Daar ben ik er zeker van. Omdat daar ook nood aan is. Hè? Je voelt ook wel dat er, dat er iemand moet zijn... Je, je kunt niet altijd blijven spreken voor iemand die het totaal niet lijkt op u. Dat, dat kun je niet doen. En ik, ik ben er wel van overtuigd dat binnen dit en een aantal jaar, en dan heb ik het natuurlijk over de komende tien jaar misschien, dat dat wel gaat komen. Want je hebt een hele hoop weg het veel meer diversiteit in Nederland onder jonge mensen. Die groeien op met Netflix, die groeien op met, met Dave Chappelle, die groeien op met, met al die gasten. En er gaan er komen, daar ben ik zeker van. Maar dat duurt nog even. En dat is niet zo heel gemakkelijk nu, momenteel. Want, want ook met wie gaat het er dan over hebben? Die genoeg gewicht in de schaal gooit, dat iemand zegt, daar kunnen we wel naar luisteren. Die is zo bekend, dat we, dat, dat we wel een, een waarde hechten aan die mening. Dat heeft zo geen stem in de comedy momenteel nog niet, denk ik. Het wel soe, die is cool, maar Soe is niet Soe die, soe die een sportpaleis het verkoopt. Om naar om. dat zo iemand dat dat gewicht in de schaal kan gooien en kan zeggen: Ja, das, ik ben, ik ben het, het voorbeeld van een jonge, diverse comedian die een mening heeft, die van ergens anders komt, dan iedereen dat van hier komt en altijd zijn een insteek heeft. Een eran. Dat hebben we wel ja, nodig, ja. Zo'n zo, ja. zo gasten, hè, die, die, maar dan die, die ene die je dan next levelt. Die zo misschien, zoals velen gedaan hebben, wat ik ook gedaan heb, wat iedereen doe je op de schouwers van de mensen die voor u komen. Hè? Dus de Erans en de Sous en, de, en, en de, hè, de, de, de Latifs en al die gasten die doen dat allemaal hè? De Youssef El Moussawi, dat de eerste hè, Marokkaanse comedian was in, in, in België. Die, niet in België, misschien wel in Vlaanderen. Want ik merkte wel toen, ik, in, ik heb in Brussel ook een aantal keer opgetreden in het Engels. Je hebt daar zo de Kings of Comedy Club. Waar ik altijd mee moest lachen dat die UNF-korting kok was. En uh, die gasten, die, daar, daar hingen allemaal posters tegen de muur van allemaal comedians die daar veel optreden. En die avondvullende shows hadden. En daar was redelijk veel diversiteit onder. En het funny was dat als ik, ik er stond, die waren daar allemaal. En ik, ik, ik begon te babbelen. Ik zei: Hey, you're the guy from the poster. Er stond zo op een, een kruising. Ik weet het nog heel goed: een kruising tussen Louis de Funé. En Eddie Murphy. En ik zei, I want to know what that looks like. Eh? En die moest ook heel hard lachen. En, en die zei, ik zeg, wauw, de golle zitten hier allemaal. Want ik zie al hier allemaal hangen. Dat is al een vaste club. Golden zitten hier altijd. ...en die zo... dat was heel funny. Die zei, no man, we came to see you. Ik zeg, what do you mean? En die zo, yeah, you're a fucking legend. En ik stond er en ik dacht: maar deze is Brussel. Kent mij niet. En die zo, nee, nee, comedians kennen nu wel. Je zei de gemiddelde mens op straat hier kende u niet. Maar wij dat allemaal met comedy bezig waren, wij hadden zoiets van, dat zalig dat zo'n gast afzakt naar onze club. Dus we je dan zeggen, en dan kun je, is dan die scene aan de andere kant, dus de, de taalgrens, is dat dan, iets, is dat dan veel groter? Wat, 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 zie je dat soms nog Franstaligen? talige Die scene is kleiner, denk ik, daar. Ja, maar in die ik, kant. Is dat niet? Als, er, als, er een, als, er, als de afspraak aan de talige wordt gezet, hoe zien die panels er daaruit? uit? Ja, maar... Het probleem met Wallonië en Brussel, alles is gericht naar Frankrijk. He, dus als je het wil maken als, 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 als Waalse komiek of zelfs als acteur, het eerste wat je moet doen is een Franse agent hebben. Dus, dus op zich, bekende Walen, is, is, is heel, dat is heel weinig. En er is wel een Brusselse Franstalen gezien, en dat is ook een heel diversie, maar dat zit nog, ook nog meer in de variété. Je ja. ziet ook wel, dat is ook hun... Hun doelgroep. Het is soms ook een vicieuze cirkel. Als je zegt, het zou fantastisch zijn hè, dat die sportpaleis uitverkopen. Maar het is ook een vicieuze cirkel van. Als, als ze niet in het publiek zitten, wat is dan de, de, de meerwaarde om, om zo iemand op een point te zetten? Want ja, ze komen toch niet kijken voor wie het dan bedoeld is. Dus mm. het zal echt nog even wringen zijn. En ja. alle, alle groei, alle evolutie, dat gaat altijd moeizaam. Dat is het ding. Het gaat met gorten en stoten. En als ik dan kijk naar. Uh, uh, die willen zo snel mogelijk in Frankrijk doorbreken. Maar er zijn gigantische namen. Ik kan me nog herinneren. Een heel aangebrand figuur. Iemand als Dieudonné. Ja, ja, ja. De, de Kennel. Ja. De man van de Kennel. Ja, en, ja. en dat was plotseling ook zo. Uh, uh, iemand, iemand zei: Ik wil gaan. En die kreeg zo een sms. Een uur voordat het begon. Waar het dan doorging. Want dat moest geheim blijven. Want anders ging het afgelast worden. En dat was, dat was waanzin. Ook zo plotseling zag je allemaal mensen gewoon pff, daar naartoe gaan. En dat zat vol. Vol vol. Ik ben niet binnengeraakt, maar dat zat vol, vol, vol. Dus daar is wel een heel bloeiende scene. En en een klein beetje. Ik weet nog toen wij herinneren, Nederland was ook effe mm -hmm. nodig. Mm -hmm. En dat is nu wel weg. Godzijdank is Nederland. <laughs> want we hebben daar, we hebben daar, we hebben daar afgezien. Woe! Ik vond Nederland. Oh voor alles moest je betalen. Zeg, voor een glas water moest je betalen. En je komt daartoe en... Je, oh, dus gelukkig is, is Vlaanderen is Vlaanderen oh. gewijs, een klein beetje volwassen geworden. Maar in Wallonië is nog steeds wel het geval. Je hebt Frankrijk nodig. Dus die zijn allemaal naar daar aan het opschuiven. En je voelt ook... Maar iemand als Bert Kruismans, die dan ook heel duidelijk kiest om dan in het Frans te gaan optreden. Omdat hij ook merkt van... Daar zit nog zoveel... Maar ook dat is echt die variëteit, dat is een ouder publiek dan ook, omdat die ook een klein beetje, ja, dat is een avondje uit. Heel het rock'n'roll-gehalte is meer angelsaksisch dat wij hier hebben ja. overgenomen. En deels ook, ik weet iemand als PDW was belangrijk voor onze generatie om die de, de stap tussen ons en televisie te kunnen maken. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij op Met Comedy Casino, nu is er geen PDW-figuur die een soort poortwachter is. Je moet het dus doen in de zalen. En tegen dat opvalt, tegen dat televisie... Allee ja, televisie doet het ook niet meer. Allee, als je kijkt wat Canvas qua uh, kobbelie programmeert, het, is, het experiment is weg. En, 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 en dus, dus we zitten... Er, er, is even een kink, er is zo even geen brugfiguur die zegt van... Wel, ik ben... Er zijn veel die zich geroepen voelen, maar het, ge... ja, het zal... Mm -hmm. Het zal echt nog even duren. En ja, het valt ook pas op als het eigenlijk te laat is. Als die al zalen heeft gevuld, mm -hmm. dan pas had televisie. Ja, ja, dat is waar. Ik, zei... ik vind dat wel mm. boeiend van die, dat die allemaal zo op die Franse markt. zijn. ook wat je er straks ook al zei: van, inderdaad, ook de, 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 de markt van Rans. De, dat is ook met onderwijs was dat heel duidelijk. Wanneer het de scholen openging, dat dat eigenlijk gewoon een Franse agenda was. Dat ze daar, dat ze daar importeerden. Is dat iets. Uh, ik heb ooit eens gehoord dat, dat Brussel ook nog wel iets compleet anders is als Wallonië. Ja, ja. He, dat, mm -hmm. dat eigenlijk een Brusselaar zich... Als er, als er al een communautaire kwestie is, dan een Brusselaar zich eigenlijk totaal niet mee, mee bezig. Um, zie je dat zeker wat zo de Franse invloed betreft Zie je dat, ik vind dat raar. Ik dacht dat Brussel dat wel oversteeg of zo. Omdat bijvoorbeeld Parijs overstijgt ook hoek, het Franse gegeven. Ik dacht dat Brussel toch nog wel meer zo die eigen identiteit had. Of zijn we daar. Zijn hey, ik, ik wil daar soms heel optimistisch over zijn. En soms zie ik een soort optimisme. Maar soms zie ik ook. Ik vind Brussel een heel conservatieve stad. Die heel bang is voor, voor verandering. Die heel, nog altijd heel oude oplossingen aanbiedt. Voor, voor alles, voor uh, openbare ruimte. Allee, om een heel stom voorbeeld te geven. Je hebt de Zuidkermis, eh, de, de Zuid voor die een maand lang daar staat dan. En omdat daar een maand staat, moet heel die, heel, heel die oppervlakte, in, mag daar geen groen komen, want dan kun je geen kramen zetten voor een maand. En er was zoveel, ze zeggen van, dit is toch echt, en voor die elf maanden dat er geen kermis is, is dat vol drugs en overlast. En ze zeggen van, kun je tenminste iets anders doen dan alleen asfalt? En dan hebben ze beslist, en dat was een grote, grote beslissing, ze gaan de kermis tien meter verder beginnen. En dat was de grote oplossing. Dus die, die, die voelen, <laughs> het, en het is echt met babystapjes, ba hey, de, de voetgangerszone Het was dan zoiets van, ja, het is voetgangerszone maar ja, vanaf totaal hier mogen auto's wel nog komen. Alleen, een, 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 ze zijn zo bang voor grootse beslissingen, omdat het een, ook een heel conservatief kiespubliek is, iets als de PS. Ik heb daar eh, soms, eh, moet ik zo politieke cobblet doen in, in, in Brussel over, over Brusselse aangelegenheden. onwaarschijnlijk. Ik moest toen een keer een column... ik had zo'n een, 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 een semi-vaste kolom in zo'n Hollandse krant, Parool, en ik moest over Brussel. Ik heb ze wel opgezocht wat hadden, hadden mensen als uh, Mpaka, zo'n zo zo gemeenteraadslid, die, die dacht dat zijn bureau was behekst. En die heeft een gebedsgenezen laten komen om een vloek... Dus dat soort figuren. En die <laughs> heb, of ik denk, een tijdje geleden was er een, een, een pedofiliezaak in een Franstalige school. He, mm -hmm. In school nummer één. Die noemden die doen dan nummers. Ja. En je hebt dan politici die in de gemeenteraad zitten, die dus gaan facebooken, die gaan zeggen van... Ze is uitverkracht en we, de politie verzwijgt ons iets en, 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 en het zijn satanisten en dat zijn politici. Mm. En dan weet je ook wel, en ik ga niet zeggen, ah, typisch, allee, het, zijn, het zijn allemaal allochtonen, maar ik denk wel, ze hebben heel veel, dat soort partijen hebben heel veel, dat soort figuren binnengehaald, omwille van een link binnen de eigen gemeenschap. En die hebben niet altijd door wat ze eigenlijk hebben binnengehaald. Nu met, met Kier in Sint-Joost-Node, die grijze wolven steunt. Mm -hmm. En die enorm populair is bij de Turkse bevolking dan. En nu pas beseft de PS. Oh, fuck, die, 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 die is met de grijze wolven bezig. Ja, die is er nu uit, maar die blijft burgemeester. Dus, dus <laughs> is, die, dat conservatisme. Dat, nu enkel de PS, dat ook he, CDH is onwaarschijnlijk. He, die inpakken dat is CDH. He. Mm -hmm. en, en dus, dus, dus. Zolang dat blijft. Zolang dat conservatisme blijft. Gaat Brussel nooit. Gaan, tot... Tot Parijs komen, hoe graag ze ook willen. En, en da, da, daarom denk ik om soms van het gaat mij te traag. Dit is niet, ik word ook soms, soms lastig en de P van de A kan ook. Zwaar, zo kritiek op gentrification. Mm -hmm. Het idee van. ga aan wonen En de huurprijzen gaan omhoog. Dat ik denk van. Wat is het alternatief? Dat het ghetto's blijven. Dat kan toch niet? En ook mm -hmm. Brussel is zo gecondenseerd... Alles is gentrification als je ergens gaat wonen. En, en dus, dus, dus ik denk dat verzet tegen verandering. Brussel gaat. Dat, dat zal de ondergang zijn van Brussel: de angst om het conservatisme aan te pakken. Maar... <laughs> Niet de middelen om de mic drop te doen. Ja, het is, het is, het is, het is een, een goeie kopen podcast, he, dames en heren. To to stel zo le alles. in Lego de micro maken. Wacht, 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 wacht. En die doet ook dat geluidje zo met een batterij erin. Ja, Ja, de mic drop sound. Dat zijn, als je met een micro valt en die valt zo in iets zacht? Ja. Dat is toch het ergste wat er overkomt? Is dat, de, echt... dat is hè? het heb Dat, dat je ik, een handdoek valt. Maar ik heb dat meegemaakt. Ik heb dat gedaan. Vertel! De, 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 ja, ja, dat was op het, uh, het casino. Maar maar vertel! Lichtgezin een foze. Zou... Maar het is onze foze. Daarom, daarom heb ik geen eigen podcast. Ik zou. Allee, vertel! Het boeit mij al niet meer. Allee, vertel dus. Hè. Je hebt een micro laten vallen en het was zak. Ja, ook. deze is kak, hè? Wat, wat is deze nou? Wat ja, heb je eigenlijk nagedaan? Ik vind dat wel een ongelofelijke ondergewaardeerde kunst. zo. Het, uh, hoe zeg je dat? De wind uit de zeilen halen in een verhaal. No, dat is een beetje heel... een fenomenal hoest en zo. Ja. En dat was een pandemie. Ik ken ik niet. Nee. Vertel. Allee. really? Wat, Joost, Joost, jij wordt er toen bij. Nee, ik denk dat niet eigenlijk. En wat, ik, heb <laughs> ooit, ik heb ooit een cafétest... Ze, ze hadden ooit het ideaal idee om mij misschien een programma te geven op, op Canvas. Hey. He, een, een laatste groet. Waarom op, is dat niet gebeurd? Omwille van de cafétest. <laughs> ze zeiden dus, ik was dus niet in staat om dit te doen, namelijk... Vertel. Maar zelfs daar, ik, ik was dus niet in staat, zeiden ze achteraf, om geïnteresseerd te kijken. <laughs> en, en dat was dus een probleem blijkbaar. Oh. Nou, ze zeiden, ja, goede moppen en het gaat ga heel lekker, maar kun je tenminste, als Tanja aan het praten is, Tanja van der Rand, kun je tenminste luisteren? En dat was een, ik kon dus niet bij mijn resting bitch face uh, uitzetten. Maar waar dan het luisteren? Ik weet het niet meer. Een, een maar het goede is natuurlijk ook als je al zegt. nee, nee, maar vertel dat dan zo dat je micro hebt laten vallen zonder geluid. Allee, vooruit dan. En hoe heb eigenlijk... het er zo. Ja, maar dat was het vooral eigenlijk. Ah. Ik wou dat wel gaan inkleuren, maar dat was eigenlijk helemaal niks. Ja, maar jou, jou, ik, al jouw sets zijn toch gewoon twee zinnen en heel veel poespas? Ja, natuurlijk. Dat is heel mijn carrière. Twee zinnen en een hele hoop poespas. Huh? Dat wordt gewoon op mijn graf gebeiteld wanneer ze mij in de grond steken. Joost Wat voor graf van de Kastelen. Een mausoleum. Het grootste graf van het hele kerkhof. Dat wil ik. Dat een piramide. Ah, ja. <laughs> Gewoon het scho schoonste lof en allemaal weg. Allemaal ja, weg en ik daar alleen. Helemaal alleen. En dat ik wel, wil hè? dat die piramide gebouwd wordt door overbetaalde mensen. Vind ik nog veel toffer. Mensen die echt veel te veel geld krijgen voor het veel te traag te laten vooruitgaan. Ja, ja dat is mooi hè. Mooi hè. Ja, een goed mens ben ik. Prachtig. Oh, Echt waar. <laughs> jij maakt slaven gelukkig, jij. <laughs> Slavernij is niet leuk. Niet leuk. We gaan het nog even zeggen. Slavernij is niet leuk. Dus, de uh, game komt uit 25 juni op Steam. Oh my god. We zijn blij dat we daar vanaf zijn. Oh. Dus, uh, uh, Joost van de Kasteel. Ja, we zijn klaar, hè. Ja, uh, ik denk het wel, hè. Ik, 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 ik ga wel nog één ding zeggen. Mm -hmm. We appreciëren stilte te weinig. Bij deze, dit was het voor deze week met Welcome to the AEA. Volgende week zijn we er terug. When we make Monday great again. Dankjewel, Joost van de Kastelen, Andries Bekkers, en de lepel erop. En nu, één minuut stilte. Voor wie? Ja, niet voor Leopold 2, in ieder geval. Hij was er nooit. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah, ik zeid to al het over moet gaan. de Not the Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.